Ik zie dat er een gezellig clubje mensen aanwezig is. En ik heb weer lekker aardbeidjes. Ik ben wel een beetje gaar, want ik heb echt niet lekker geslapen vannacht. Maar we gaan gewoon lekker gezellig spelletjes spelen. Zometeen beginnen we met Quiplash en Silly Dutchie. Dankjewel voor het volgen. Waarom hoor ik geen alert? Hoorden jullie een deuntje? Ik hoorde geen deuntje. Gek, gek, gek. Of het komt weer uit mijn speakers. Ik zal ze voor de zekerheid aanzetten. Ja, misschien komt het weer uit mijn speakers. Wacht, ik ga hem even opnieuw afspelen. Ja hoor. Het is weer zo'n dag. Waarom? Maar oké, vandaag komen de alerts uit de speakers. Maar we gaan gewoon zometeen lekker Quiplash spelen. En daarna ga ik voor de allereerste keer Splatoon 2 spelen. Dat heb ik natuurlijk nu al een maand op mijn Switch staan. En eindelijk, het leek me gewoon leuk om het voor het eerst op stream te gaan spelen. Dus dat gaan we zometeen doen. Maar ik zal alvast even Quiplash opstarten. Wie gaat er meedoen? Ik moet natuurlijk eerst zelf erin. Ik ga alvast even mijn telefoon erbij pakken. Hoi hoi iedereen. Oké, Jackbox.tv. Als je wil meedoen, zorg dat je Twitch gekoppeld is. Het is een spelletje waarbij je dus telkens een soort van... een zin of een opdracht. En dan moet je daar een hele grappig antwoord op bedenken. En iemand anders krijgt precies diezelfde opdracht. En dan komt uiteindelijk jouw antwoord. Ik ben er stiekem bij. Oh, Miepukkie is er stiekem bij. Mag je stiekem een vlaggetje kiezen? Er komt dus dan een zin of een challenge of een stelling. En dan moet je dus een grappige reactie op bedenken. Iemand anders krijgt hem ook. En jouw reactie komt samen met die reactie van een ander in beeld. En dan mogen mensen gaan stemmen welke ze het grappigst vinden. En degene met de meeste punten, die wint uiteindelijk. En dan zijn er 3 rondes. Waarbij ronde 1 is gewoon 1 tegen 1. Ronde 2 is ook 1 tegen 1. Maar dan dubbele punten. En ronde 3 krijgt iedereen dezelfde stelling. En dan moet je dus het grappigst proberen te zijn van alle deelnemers. Dus het is een heel komisch spel. Miepukkie zegt rood, want ik hoor dat het geel populair is. Mijn geel is op. Die moet ik... Heb ik hier nog geel? Geen idee. Maar Miepukkie wil rood. Miepukkie met een 11. Code komt zo, want ik moet er zelf ook nog in. Zo, je zit erbij, Dagmar. R-N-F. M is de code. Kijk, Yves is erbij gekomen. Kijk, Miss Dibi zit erin. Xena zit erin. Yves, yes, ik ben groen. Ik ben blauw. Ik weet niet eens of er paars in zit bij dit spel. Maar ja, ik kan nog meedoen. Jackbox.tv, code RNFM. Dat is een radiozender. Ik weet niet wat de andere 4 kleuren zijn. Mag ik doen mee? Ah, Miepuk heeft nog een beetje veel thuiswerk gekregen. Dat is niet leuk. Heb je een vrije dag, moet je alsnog aan het werk. Is er iemand anders nog die bezig is met inloggen? Want dan moet je het even zeggen, anders ga ik zo meteen op start klikken namelijk. Ik kan hem al starten, maar als je erbij wil, Elise, dan moet je het even zeggen. Mijn aardbeien zijn dadelijk al op. Ja, ik ben al over de helft. We zitten nu wel met een oneven aantal. Ik denk dat het wel leuker is met een even aantal. Omdat je natuurlijk 2 tegen 2 speelt in de eerste 2 rondes. Dat zijn het aardbeien. Ja, lekker. En ook mooi rood weer. Deze zijn wel iets minder zoet dan diegene die ik de vorige keer had. Die Pukkie komt naar beneden. Zit je bij mij hierboven dan? Hallo Miepukkie. Dat zou wat zijn, hè, als ze zo in beeld zou komen. Dat zou toch een leuke verrassing zijn. Voordat iedereen weer denkt dat het net als mijn verjaardagstream is. Ze is er niet. Er is een ballenbak naar mijn hoofd gegooid. Komt ie jongens. 3, 2, 1. Oh. Hi there, I'm Schmitty, and I truly hope that you all consider me to be an acquaintance. Nee, Dagmar. Hey, als ik naar jou kom, neem ik een ballenbakbal mee. We are starting things off right. Okay. This is round one. Je krijgt een stelling in het Engels, maar je mag hem gewoon in het Nederlands invoeren. Oké, ik heb er al een waarvan ik denk, wat moet ik daar nou op gaan antwoorden? Oeh, Mari is al klaar. Miss Divi is ook al klaar. Xena is ook al klaar. Oké, ik ben ook klaar. Alleen Yves nog. Opschieten, Kim. Ik ben klaar nu. Het is alleen nog Yves. Kan ik ondertussen arbeidje eten? Yves is ook klaar. Oké, daar gaan we. Mensen kunnen trouwens ook in publiek. RNFM. Kan je stemmen ook, als publiek. Okay, voting time. Pick your favorite. At first you don't succeed. Als iets je de eerste keer niet lukt, probeer je toch gewoon nog 100 keer of ging ik slapen? Oh, kak. Ik was te laat. Xena heeft op Miss Divi gestemd en de rest is allemaal vergeten te stemmen. Sorry.
next in line. Oké. Something that should never be homemade. Iets wat nooit thuis gemaakt zou moeten zijn. Oh, jongens. Ik denk trouwens dat die een computer is. Omdat het natuurlijk 1 tegen 1 is en we zitten met een oneven aantal. Maar ik vind het alsnog wel de grappige antwoord. Ah nee, Xena. Hoppatee, punten voor jou. Coming up next, a bad name for a pet goldfish. Een slechte naam voor een goudvis als huisdier. Kattenvoer of kitty? Stem op je favoriete antwoord. Oeh, 2-1. Next up, the name of a clothing store for overweight leprechauns. De naam van een kledingwinkel voor wat is een kabouter met overgewicht. Leprechaun, dat is toch zo'n tuinkabouter? Of heb ik het verkeerd vertaald? Oeh, iedereen gaat voor Eve. 100% aan puntjes. Je hebt gewoon een quiplash. Next one. If you'd never heard the term great white shark, what might you call it when you saw one? Als je nog nooit van de term de grote witte haai hebt gehoord, hoe zou je dit noemen als je het zou zien voor de eerste keer? De big booty bull of de zeehapper? Oeh, 2-1. Puntjes voor mij. Oeh, krijg ik een bonus. Ja, dit is zeker een grappig spelletje. Oké, okay, dit is ronde 1. Round 1. Here's the scoreboard. Wie staat er? Oeh! Sta ik eerste? Ik sta gewoon eerste! Nou, wat leuk! Oké, okay, ronde 2 is hetzelfde als ronde 1. Oké, okay, ik moet weer iets invoeren. Ik moet denken, maar ik moet niet hardop denken. Want anders weten jullie welk antwoord straks van mij is. Ja, ik ben niet zo origineel dit keer. Ah, heeft Marie 0 punten? Oh. Kom op, Marie. Ik heb dit keer niet zulke grappige. Dus wie weet gaat het nu beter. Oké, komt-ie. Iets waar je geen kettingzaag voor moet gebruiken. Een origami of een springkussen? Oeh. Voor die. Ik vind het allebei hele goede antwoorden. Oh, Marie, nee. Miss die heeft gewoon een quiplash te pakken. And next, something you don't expect to see when you spy. Iets wat je niet verwacht te zien als je de buren aan het begluren bent. Onderbroeké of een gameparty? Oh, Marie, jij hebt punten en ook meteen de quiplash. Hoppatee, je bent van die nul af. Iets wat je nooit moet gebruiken als sjaal. Een slang of prikkeldraad. Jullie zijn goed. Ik ga voor die. Weer een quiplash. Het is wel de ronde van de quiplash, deze tweede ronde. Ja, vind je het grappig, Eve? Ik denk dat ik dit vaker wil gaan streamen. Oké, next one. The worst excuse for showing up late to work. De slechtste smoes voor te laat komen op je werk. My toaster caught on fire of my fish was drowning. Dus de toaster stond in brand of je vis was aan het verdrinken. Oeh, weer een quiplash. Serieus. Ronde 2 is de quiplash ronde. De slechtste naam voor een SUV. Een Blackberry of een papa auto. Laat het maar weten. Mijn vis was aan het verdrinken, echt. Oh, het is dus geen quiplash ronde. Het is nu 2-1. In mijn voordeel. Oké, dit was ronde 2. That's all for round 2. Fire up the scoreboard. Hoe staan we ervoor? Dit was de vorige stand. Nu komen de punten erbij. Oh, ik ben gewoon van de eerste naar de derde gezakt. Miss Didi staat nu eerste. Nu wordt het spannend dan.
Oké, ronde 3. Wij vijf krijgen nu allemaal dezelfde stelling. En dan komen ze dus allemaal in beeld. En dan mag je iets met punten verdelen of zo. Dus nu moeten we de grappigste van iedereen tegelijkertijd proberen te zijn. De naam van een Canyon Comedy Club met... Wacht. De naam van een Canyon Comedy Club with puppy stand-up comedians. Met puppy stand-up comedians. Oké. Ik heb mijn antwoord ingestuurd. Ik ben niet de laatste. Oké. Puppy Love, Puppy Dub, Doggy Bark, Bark, Doggy Bag of Who Let the Dogs Out Woof Woof. Nou mogen we 3 keer stemmen. Oké, ik ga voor die. Voor die. En nog een keer voor die. Oeh, 2 stemmen voor mij. Thank you. Maar ik vermoed dat ik daardoor niet ga winnen. 13%. 2 stemmen voor Marie. Ook 13%. Doggy bag. Kijk, 3 stemmen voor Eve. 20%. Vier stemmen voor Miss Divi. 27%. En dan is Pup a Dub de winnaar van deze ronde. Oh nee, ja, gelijk dan met de vorige. Xena, ook 27%. Xena en Miss Divi allebei goed gescoord vandaag. It's over. Deze laatste ronde. Look at the final scores. Maar Miss Divi stond al eerste, dus dat is niet goed. Ja, Sabrina, gefeliciteerd. 100%. Probeer het toch gewoon nog 100 keer. Dat was het antwoord van jou. Condomen van Xena was ook een antwoord met 100% score. Jumbo was een 100% score antwoord van Eve. Dit was leuk. Dit vond ik leuk. Oké, dit gaan we vaker streamen. Want jullie hebben nu een beetje een beeld van hoe het spel werkt. En Eve zei net al van ik vind het echt een leuk spel. Dus dit gaan we zeker vaker streamen. Maar nu leg ik mijn telefoon aan de kant. Want dan gaan we zo meteen wisselen naar Splatoon. Volgende keer probeert Elise mee te doen. Ja, leuk. Ik vind het sowieso dan leuk dat jullie meedoen als je het spel nog niet kent. Dat je dan denkt, oh, ik ga het toch proberen. Gaan we niet nog een rondje? Nee, ik heb ook nog Splatoon op de agenda staan. En daarbij komen zo meteen mensen in call. Dus dat gaan we nu doen. Maar ik zal dit zeker vaker streamen. Ik vond het echt leuk. Sharon was leuk om te kijken, maar niet voor mij gemaakt. Nou, je kan altijd nog in het publiek meedoen. Dan kan je meestemmen, Sharon. Zonder dat je de antwoord hoeft te geven. Ah, Meerte, je tweede naam is Elise. Ga aan, je kan het. Kom op, je kan het. Is er wel publiek? Ja, volgens mij wel. Ik heb laatst namelijk bij iemand in het publiek gezeten. Hey, hij is niet leeg. Ik heb hem opgeladen. Hij wilde gewoon geen verbinding maken. Zo, Splatoon. Gaan we hoor. Oh, die kwal over het beeld. Deze software bevat mogelijk reclame voor andere producten. Oké. Ben ik een jongen of een meisje? Een meisje. Nou, Het is wel heel licht, hè? We doen wel deze. Blauw. Nee, dat is meer... Dit is zo diep blauw. Dat is het ook weer niet. Nou, ik vind deze beter lijken. Wat voor kapsel wil ik? Oeh, wat is dit voor een uitgebreid spel? Oh, jeetje. Dit is heel vreemd haar. Dit is ook heel vreemd haar. Het is allemaal heel vreemd haar. Oh, mijn kip staat voor mijn poppetje. Nee, deze dus niet. Nee, ik ga wel voor die knot. Ik denk dat ik die het leukst vind. Wat wil ik draaien? Jeetje, wat is dit voor een uitgebreid lijkt wel Sims, joh. Een broek. Oeh, zo'n legging is ook wel leuk. Dit is comfortabel. Laten we dit doen. Ben je blij met je look? Ja hoor. Oh, Meerte zegt, we hebben hetzelfde haar gekozen. Yves zegt, wacht maar dat je kleding kan kopen. Er is echt veel serieus.
Hoi, Veertje lust wel een peertje. Wat een leuke naam. Oké. Okay. Oh god. De basis. Ik heb dit nog nooit... Oeh. Ik heb dit dus nog nooit gespeeld, hè? Oké, okay, ja. Licht op de ballon. Waar moet ik dan op klikken? Op A? Schiet met ZR. Oké. Okay. Beweeg met je... Oeh, oeh, die controller, oké. Okay. Oh, oh, jeetje mensen, dit is gevoelig. Ja. Beweeg met... Oh, oké, okay, oké, okay, ja. Als je Animal Crossing gewend bent of Mario Kart, dit is vet gevoelig. Besturing is niet moeilijk, alleen wennen. Ja, ik weet dat die gevoeligheid, daar ben ik ook wel aan. Want mijn toetsenbord voor school, die is ook vet gevoelig. En daar ben ik inmiddels ook wel aan gewend. Zo. Met R kun je om je heen kijken. Oh, oké. Okay. Oeh, oeh, kak. Lekker multitasken, dan gaan we die kant op. Oh jongens, ik ga zo falen. Ik hoop voor jullie dat je niet met mij in een team komt al straks. Straks ziet alles roze, is toch niet erg? Zet je camera weer terug met I. Oké. Okay. Ik ben zo gewend dat je dingen met A moet doen. In plaats van met ZR. Nou, als je nog eens, spring je gewoon vanaf. Oh, dan val ik gewoon vanaf. Prima. Waar moet ik heen? Daar. Het komt vast goed. Je kunt ook tegen de muren opzwemmen. Tijdens het zwemmen wordt je inkt aangevuld. Oké. Okay. Doe je dat? Met z- oh, met ZL. Sorry. ZL. Oeh. Oh, ja, ja, ga, ga. Nee. Zo. Oké, okay, ik ben boven. Oh, oh. Nee, die knop. Je kan ook springen met B en dan kan je hoger schieten. Oh, oké. Okay. Waarom zijn jullie hier zo goed in? Nee, niet met... Oh ja, nu, wordt, nu zegt hij het ook met B. Ja, jij speelt het ook al 2 jaar. Ja, ik, misschien is het een geruststelling voor mij dat jij nog niet meedoet vandaag, Yves. Volgens mij maak je me dik in. Oké, okay. Met ZL kan je door hekken heen zwemmen. Ga eens goed, camera. ZL, dat was die. Oeh. Oh jee, ik ben nu in een groen gebied. Met ZR. Oké. Okay. Die kant op. Oh nee, dan moest ik met die. Oh, multitasken, jongens. Je moet nog best dichtbij komen om zo'n ballon te pakken. Gebruik R om een bom te gooien. Dat is. Oeh. Gebruik ZL om je inkt aan te vullen. Oké. Okay. Dit ga ik straks allemaal vergeten. Schiet inkt, ja. Ik moet zeker op dit ding staan. Nee? Nee? Spring met B om sneller te klimmen. Oh. Jongens, ik snap het niet. Schiet inkt en zwem tegen de muur op. Draaien. Draaien. Nee, andere kant draaien.
Ik schiet inkt. Maar er blijft niks plakken. Moet ik dat tegelijkertijd doen? Ik denk dat ik... Oh, ik moet alle kisten eerst kapot maken. Oh, hier is meer. Ah, oké. Oké. Ik had... Oh, controle is contact kwijt. Oké. Dichtbij. Ja. Yeah. Ga naar boven. Je bent bijna bij het Inkopolisplein. Oh, oh, ballon. Een duif! Oh, verkeerde knop. Je hebt dus soms van die muren waar je niet op kan schieten. Ja, ik heb het inmiddels door, ja. Schiet die duif! ZL, ja. Oh, ik word gelanceerd. Oké. Okay. Oh, ik zie inderdaad ook hoedjes en petjes en zo op. Allerlei kleding. Kan je dan ook in de toekomst je haarkleur veranderen? Want nu was het gewoon standaard roze. Druk op ZL en ZR. Oh, hoi allemaal. Hier is Tentacool. Tijd voor het allerverste nieuws. Live vanaf de Inkopolisplein. Dit zijn de levels voor standaardgevechten. Oké. Okay. Ik denk dat het museum een eigen lied verdient. Wat denk jij? Goed idee, maar in wat voor genre? Bota Nova? Knoek en Roll? En hier zijn de levels voor professionele gevechten. Nou! Een eendgordijn in die smalle gangetjes. Je kan de boel behoorlijk ontregelen. Of je komt een planter tegen. Dat is helemaal van de regen in de drup. En dit zijn de levels voor toernooigevechten. Oké, hier hebben de Squad Sisters toch ooit een clip opgenomen? Klopt, die zijn zeker 300 keer gezien. Ik ruim bergen salmonieten op, maar die beer zeurt maar over eitjes of zo. Lorelei, heb je het handboek ook maar opgeslagen? Je kan in het begin nog geen profgevechten spelen, daarvoor moet je level 10 zijn. Nou ja, ik zou het ook niet aandurven hoor. Zet je schrap, dit nieuwtje is vers van de pers. Kom maar op, Mariana. Huh? Oh, juist. Schokkend nieuws. De mega voltvis is verdwenen. Echt waar? Maar is dat niet al eens gebeurd? Maar dat is nog niet alles. Super idol Kelly wordt ook vermist. Kelly van Squad Sisters? Nee. Doe toch wat, Mariana. Hun hebben dus andere haarkleuren. Kan ik dat in de toekomst ook veranderen? Hoe hou ik het vers? Ik weet het ook even niet. Ach, nou ja. Ze duiken wel weer op. Verder in het nieuws. Wat? Moeten we niet gaan zoeken of zo? Het is tijd voor een nieuwe rubriek. Het is tijd voor Inkopolis Stel in Focus. Wat? Weet je zeker dat we zomaar een nieuwe rubriek kunnen invoeren? We zullen de meeste verse trends van Inkopolis in de schijnwerper zetten. Lorelei, heb je gevraagd of dit mag? Het klinkt leuk en zo, maar... Ja, ik zit vol goede ideeën. Laten we beginnen met onze eerste thema. Oh, haarkleur verandert automatisch met het potje. Oh, oké. Okay. Jongeren met krullerige kapsels. Zou niks verbazen als iedereen zo rondloopt. Dat soort krullen heeft ze eerder gezien. De tijd voor de rubriek is om. Bedankt voor het kijken, stijlvolle krullenbollen. Wanneer komt Inkopolis stijl in focus terug? Nooit, stijl gaat om originaliteit. Ik kan mezelf toch moeilijk gaan herhalen. Man, dat was het weer. Ja, zijn we klaar? Tot de volgende keer. En denk eraan. Hou je cool, hou je tentacool.
Oké. Recht voor je zie je de Decatoren, het meest iconische gebouw van de Inkopolisplein. Je moet in de lobby op de begaande grond zijn voor online gevechten. Nou, daar gaan we zo heen. Wat hebben we hier? De meest verse winkel van Inkopolis. Je vindt er wapens en uitrusting wanneer je helemaal bij bent. Maar het personeel is zo verwaand dat ze je niet bedienen als je niet vers genoeg bent. Ook nog het duistere gebouw. Daar schijnen ze baantjes aan te bieden. Oké. En wat hebben we hier? De flipper, de ontmoetingsplek. Oké, er staat er iemand verstopt. Wie is dat raadselachtige figuur of is dat niet? Nee, die hangt niet rond op zo'n plek. En die kleren? Nee, dat moet iemand anders zijn. Waarschijnlijk is dat toch diegene. Oh, krijg ik echt zo'n hele uitgebreide rondleiding hier? Oh, wat is dit? ja, oké. Okay. Oh, oh, oh ja. Dit is zoals... Ik kan niet zomaar de controller neerleggen of zo, hè, want het heeft invloed op wat jullie zien. Oké, okay, ik zie al dat mensen in call zitten. Ik ga mezelf unmuten nu. Hallo? Bij die vrouw met de paraplu begint de story mode. Hallo? 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 Oh, jij staat heel hard. Ik. Het zal weer niet. Zo. Ja, Maaike zegt ook oeh, heel hard. Oh, moet ik de kist openen of niet? Ja. Oké. Okay. Oh, ik heb een nieuw t-shirt! Nou, blij zijn. Meerte Elise en Sharon doen mee en later komt ook Goud erbij. Ik hoor mezelf in echo, Sharon. Oh, ben ik het? Ik had je al zachter gezet. Ik moet gewoon hierheen toch, rechtdoor. Ik kan maar één ding tegelijkertijd. Je pukkie zegt hallo Sharon en Myrthe. Hallo Dagmar, niet pukkie. Sharon echo. Oh god. Welkom in de lobby, hier moet je zijn voor gevechten. Ik ben ook echt een groentje, ik heb helemaal niks. Neem deel aan gevechten om je niveau te verhogen en geld te verdienen. Mag je gewoon de boel ondersmeren en geld verdienen? Ace dit zegt, ja, de verslaving is begonnen. Je kan zelfs nog meedoen als je wil, Ace net. Maar mensen, wat is dit een gevoelige besturing. Ja. Ja, echt heel erg. Oké, zet hem op. Dat gevoeligheid kan je uitzetten. Waar moet ik heen? Ik speel met Switch-vrienden, Koba. Niemand zegt wat. Ja. Ik zou zelf kiezen voor standaard gevecht, omdat je nu nog niks hebt. Je hebt alleen dat wapen. Oké. Maar dan kunnen er ook andere mensen joinen. Ja, meestal het eerste potje speel je dan met onbekenden en meestal gaan dan mensen uit. En dan kunnen wij via vrienden kunnen wij bij jou joinen. Oh jee. Ja. Oh, hier. Ja, je zou volgens mij ook een kamer kunnen maken, maar ik weet niet of we dan genoeg mensen hebben. Ja, we zijn dan met vier en dan straks met vijf. Ja. Ja, jullie zijn de expert, hè? Ik weet het niet. Ja, nou, jij kan nu nog geen ander wapen kopen en je weet niet of je dat wapen fijn vindt. En ik ben achtergekomen, als je in een kamer gaat, gaat je niveau in ieder geval niet omhoog. Oké, oh, Denise zegt ook, gewoon standaard gevecht, dan joinen wij erbij. Oké. Wil je meedoen aan een standaard Denise, gevecht? Denise, wil je in call? Dat is ook een vraag. Ze kan zelf de rol zichzelf toekennen als ze erbij wil. Oh ja. Ze hebt mod power. Ja, was het even vergeten. Okay. Is wel gezellig. Niveau 21 en 18 en 13 kom ik aan niveau 1. Twitch mods kunnen dat ook, Denise, vanwege de VIP-rol. En de streambuddies rol.
Oh, ik zit erbij. Je zit erbij. Ik ben niet alleen. Ja. Nee, ik zit in de wachtkamer. Oké. Gewoon zoveel mogelijk de boel ondersmeren. Oh, we zitten ook bij elkaar. Oh, dat is wel leuk. Ja, ik kan, ik kan met jouw stream meekijken. Oh, god. Oh, je hebt kernaas gelegd. Smeren, 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 smeren. Smeren. Oh nee, ik val eraf. Oh, te weinig inkt. Zo. Die knop. Je moest ook op andere schieten, toch? Bij dit. Hoeft niet. Huh? Kans ontwijken. Druk nu eens op je blauwe ding, dat knopje waar je mee rond kan draaien, druk die nu eens in. Op een, wel een plek waar je kan verven. Wat? Op het knopje waarop je kan ronddraaien? Ja, op je blauwe... Je rechter joystick indrukken. Ja, okay, dat was hem. Ik, Oh, nee, nee! Ik ben voor de eerste keer afgeschoten, jongens. Oh, ik ben ook weer dood. Hallo. 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 Hey. Hoe gaat het met jouw verslaving? Oeh, kak. Ik ben alweer dood. Mijn verslaving is heftig. Oh, ja. Ik zat al van, oh, dan ga ik vandaag dat spel spelen, moet ik morgen werken. Dan zit ik morgen echt zo met ontwenningsverschijnsel al. Het gaat heel snel, je wil alleen maar spelen. Dat is echt... Ja, mij valt het nog mee. Weer dood. Nu je knop in, je bent weer dood. Ja. Hoe heet dat, je bovenin zo'n rondje. Ja. En als je al die kleurtjes hebt, moet je naar een geel gebied toe lopen en dan die knop indrukken. Oké. Okay. Nee, normaal kun je toch in de wachtrij... Als jullie bezig zijn. Ja, maar ik zit er ook in. Je drinkt is al vol, je past er niet meer bij. Vreemd, want ik zit er wel in. Alleen, als het goed is. Ja, ik ga twee rondes wachten. Oh. Ik spring ook gewoon bovenop iemand die geel is. Ander. Weg met dat geel. Oh, oh, oh. Oh. Yo, kom even eentje aan met zijn grote verfroller. 10, 9, nee. Ik weet, ik kan ook nergens zien hoe we ervoor staan, hè? Als je op X drukt, krijg je de map te zien. Oh, ja, dat... Nou ja, 1 seconde, afgelopen. Oh, er is al geklipt, hoor. Oh! Oh! Dat was al een goed begin. Je hebt nog gewonnen. Zal wel niet door mij komen, maar... Je bent zelfs eerste van ons team. Echt? Ja. Wat? Hoe dan? En ik ben niveau 2. Ik heb gewoon mijn eerste potje gewonnen. En dan gewoon op nog een keer, toch? Ja. Ja. Oké, okay. Tuurlijk. Dik pro die kip. Kijk, en dan kom ik er nu bij. Ja, ik zie jou. Ja. Er is nog een plekje vrij, inderdaad. Ja, ik kreeg dus de hele tijd, hij zit vol. En totdat je had doorgeklikt. En nu kan ik pas in de lobby. Waarschijnlijk omdat Sharon al in de lobby zat te wachten. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik ben er de volgende bij, zeg maar. Hoi Star, welkom. Daar gaan we. Paars! Oh, Sharon zit alleen in een team. Oh, jee. Oh, maar dat ben ik gewend, hoor. Paars. Nou, deze moeten we winnen, hoor. Sorry, Sharon, maar paars gaat winnen. Nee. Oh, te weinig in. Oh, draaien. Oh, hoe kan je... Dit kan je toch niet tegelijk doen, jongens?
Oh, dat is iemand van mijn partij. Oeh, er is iemand dood, maar niet door mij. Volgens mij deed jij dat. Waar is Kim? Ik ben bij een roze boksbal. En nu niet meer. Haha. Ben je dood? Oh, ja. Ja, ik doe nu ook. Cookie heeft me afgemaakt. Communicatiefout? Wat? Ik zit er nog niet eens in. Dat is gedacht. Het klinkt al goed. Dat is wel weer geweldig, ja. Laat me alsjeblieft lekker naar beneden toe gaan. En elke 2 uur veranderen deze vechtstijlen. Om 4 uur krijgen we weer 2 nieuwe mappen. Oh, dus dan heb ik... Oh, kak. Sharon! Yes. Sharon! Ik kan hem toch niet laten? Dan ben ik straks net deze gewend en dan word je weer in de nieuwe. Er zijn er 2. Ja, het speelt nu toevallig 2 keer dezelfde. Maar je hebt nu nog kans op een andere map. Oké. Okay. Maar om 4 uur worden het echt 2 nieuwe. Oh, je hebt iemand vermoord. Echt? Ja. Oh. Hij stond daar bovenop, je schoot naar beneden op die groene en hij ging dood. Je hebt trouwens een special attack ook, zie ik. Druk op R, wat is R? Wat is R? Oh nee, dit is je trigger. Sorry, Kim. Of ik weet niet of ik het wou. Oh, nu heb je, ben je hem ook kwijt als je dood gaat. Het lijkt erop dat groen gaat winnen. Nee! Tot nu toe. Weg met dat groen. Oh, te weinig inkt. Nee, weg met dat paars dit keer. Ondanks dat het echt als snotgroen is. Of toch niet? Ik denk dat paars gaat winnen. Ik zit nu lekker heel veel groene dingen mooi paars te maken. Oh jee, ik merk gewoon dat ik ben het echt. Het is allemaal nieuw voor mij natuurlijk, die controllers. En dan denk ik, ik heb te weinig vingers om alles te bedienen. Nee! Godzakkes. Sorry, ik moest wat meer groen hebben. Oh, dit is nog spannend. Dat bedoel ik. Jullie willen wel. Lekker. Kom ik met mijn 1000 punten aan. Hey Björn, welkom. Nu kan je volgens mij je joystick indrukken. Sharon, ga je lekker, vraagt Yves. En Saal zegt, het is gewoon een kwestie van niet genoeg ervaring. Je wordt er wel gewend aan. Ik heb gewoon 2 keer zitten binnen de team. Oké, als het goed is, kom je er nu bij? Kobe is er nu bij. Is het Kobe hier uit chat? Ja, ik sta nog steeds in de wacht. Oh, jongens. Oh, dit is inderdaad een andere kaart. Volgens mij heb ik deze ook nog nooit gedaan. Hij zegt dat er geen plek is. Nee, Yves. Nee, ik zit weer een potje in de wacht. Oh. Ik ben bij jou ook zo, in het begin. Oh. Oh. Nee, dan ben je dood. Dat is het nadeel van die open levels met aan de zijkant eigenlijk een boot, zeg maar. Dit is toch geen boot? Nee, het is een soort haven, maar je kunt wel in het water vallen. Ja, dat wel. Ja, dat wist ik dus niet. Ik ben zo vaak van de map per ongeluk gesprongen, dat is echt niet normaal. Ik zat gisteravond te spelen en samen op de bank zaten we. Ik zeg, je kan ik wel af, toch? Zeg ik tegen Febo. Hij zegt, ja, volgens mij wel. Hop, dood. Sharon! Zat, ik heb daar voor een kanaalbeloning. Ik iemand anders gebied verven, zal ik je vast zeggen. Ja, Sharon die speelt vies, hoor. Ja, ik hoorde dat Yves ook wel heel goed is. Ja, die is heel goed. Ja. Dit is een winkelstraat. Oh. Kobe even te pakken.
kopen is ook goed. Oh jee. Oké. Nu ben ik dood. Oké, ik denk dat ik dit keer niet in het winnende potje ga zitten. Ik kom zoveel rolls tegen. Ik ben een buitenstukje aan het verven. Nou, hier is ook een ene moe kip te bekennen. Dit zijn weer extra puntjes. Ja, Star denkt ook al dat Blauw gaat verliezen. En Yves zegt inderdaad, Lise, dit is de winkelstraat. Yes. Ik schrok me echt keihard. Ik dacht, ik heb communicatie fout. Omdat mijn beeld in één keer zwart werd. Nou, was je dood? Ja, het was even dood, ja. Dankzij Marcel. Met je grote verfbal. Kom ik aan met mijn kleine... Je moet level 5 zijn, dan kun je die roller kopen. Oh. Charlotte! Let op, hè. Dit is het leukste van allemaal. Jullie gebied verven. Hoor je ook alweer die bom? Met R. Met, oh nee, oké. Okay. Afgelopen. Nou, dit is wel duidelijk. Zo, 61%. Nou groei je zeker niet in voortgang, of wel? Omdat je toch nog bezig bent geweest. Ja, volgens mij krijg je er wel punt voor. Oké. Okay. Oh ja, ja. Volgens mij krijg je... Ik ben wel eerste. Van je team. Oh! Maar ik ging zo vaak dood. Ja, maar het gaat om hoeveel je geverfd hebt uiteindelijk. Oké. Oeh, er is plek. Komt die er nu in? Ik sta nog op aan het wachten, dus... Oh nee, het is alweer opgevuld. Moeten wij anders kijken of we in een nieuwe kunnen komen? Of werkt dat alleen maar niet? Ja, dat zou denk ik wel kunnen. Maar dan moeten we eerst deze afmaken, want we kunnen er nu niet meer uit. Oh, oké. Anders ga jij in een nieuwe zitten, Denise. Ja, maar dan moeten jullie alle vier joinen. Dan ben je veel langer bezig. Kijk, als je ziet ook bovenaan Jasmine, Rivali, Marcel, Cookie. Dat zijn de vier die het langste in het potje zitten. Zolang zij niet stoppen, is er geen plek. Oké. Salt zegt, het is heel lang geleden sinds ik wapens had moeten kopen. Hoi Lars, welkom. Paars. Oh no. Dan kan je in ieder geval niet killen dit keer. Dat is ook voor het eerst. Nee, verkeerde knop. Hier zitten we die baan met het water. Niet die kant op. Ik ben weg. Pak. Oh, hier word ik dus gek van. Even kijken, Yves zegt, toen ik Splatoon kocht, moest je voor alles level 4 zijn om te kopen. En Saad zegt, dat was alleen voor kleding, je kon wapens al kopen vanaf level 2. Nu is het niet leuk, want iedereen heeft een aanvalstrategie van Yves gewoon doden. Nou, zitten we tegen een pro-team te spelen? Nou, Kobe die heeft een techniek die zegt, ik ga gewoon alleen mensen doden in het andermans gebied. En niet ver. En dan wordt het een beetje ver voorbij, maar als gevolg kom je eigenlijk daar niet meer uit jouw gebied weg. Oh, dat is wel kak. Kopen! Dan probeer ik altijd eigenlijk naar het tegenstandersgebied te gaan. Dan is het daar. Kijk, nu ben ik een oranje gedeelte. Goed zo. Vraag. Ja. Bommetje, en gaan we verven. Sorry. Wie was... Oh, kak, nee. Krijg ik iets meer? Okay. Is hier inkt? Nee, tuurlijk niet. Ah, nee! Weer dat water in.
Je kunt ook als je gerespawnd bent, naar iemand anders spannen die verderop in de map staat van jouw team. Oh. Hoe dan? Je doet X, de map, en je kiest met of links of rechts of het bovenpijltje een van je teammates. En dan klik je op A en dan span je daarheen. Dus dan speel je niet steeds vanaf het begin, zeg maar. Oh ja, dan kom ik niet echt verder als ik Kim ga doen. Stel, ik weet niet of jullie zitten nu bij elkaar. Stel, Sharon is aan de andere kant van de map, Kim gaat dood. Kan ze kiezen om bij Sharon te spannen in plaats van weer aan het begin. Oh, X, A. Kijk, ik heb ook weer wat geleerd. Je kiest nu een van de pijltjes, links bijvoorbeeld, zit Rivali. Oh, ja, zit allemaal bij elkaar, ja, dat schiet niet op. Nee, soms heb je wel dat iemand echt aan de andere kant is. En wat Yves zegt, je moet echt nog een iedereen is gedood bijna. Nu is het ons moment om te verven. Oeh. Oh. Ik had er gewoon 3 achter elkaar. Nou, dit is ook dit hebben we niet gewonnen. Ik hoop wel dat ik er nu bij kom, hoor. Nou, echt wel 3 potjes te wachten. Ik hoop het ook. Ja, ik denk alleen dat deze mensen erin blijven zitten. Ja, dat denk ik ook. Dus... die zijn gewoon lekker bezig en die vinden het wel prima. Oké, dus waar moet ik op klikken nu? Op nee, volgens mij. Oké, dus nee. Wat gaan we dan doen? Je kan een team groot springen op elk moment op die manier. Oké. Moet ik dan weer op standaard gevecht? Of? Ja, nu zit ik erin. Want ik zat natuurlijk nog in de wachtruimte. Zitten jullie er allemaal voor de rest in? Nee, want de rest is eruit gegaan. Oh, ja. Dus je kunt nu via vrienden, je kunt mij nu joinen allemaal heel snel. Maar ik weet niet hoe dat weer werkt. Kijken of ik erin kom. Ja, er zijn nog 4 plekken. Zegt hij. En anders moeten we gewoon een hele nieuwe kamer even doen. Of je maakt een eigen lobby. Oeh. Ja, we zitten er al. Yay. Iets gelekt. Ik speel met Swin's vrienden, Lars. Dus je kan daarvoor sparen voor die beloning. Deze is leuk. Die andere minder leuk. Oh, lekker. Kom op, Sharon. Oh, god. We hebben wel die vieze... de andere kant op, hè? Wel die vieze snotkleur. Denise en ik hebben een beetje dezelfde strategie. Oh, ja. We zijn al achtergekomen. Inderdaad. Overal roze. Nee, snotgroen. Kan ik Kim vinden? Very ugly color, maar ja. Hè? Oh, wie ben jij? Nee. Nohan heeft me gepakt. Als iemand trouwens vrienden is met een van de mensen waarmee ik speel, dan kan je ook via die persoon nog erin proberen te komen. Maar volgens mij zitten we nu vol. Ik weet niet of er plek in de wachtruimte is. Mirte! Goed zo, Mirte. Lekker dan. Ik pak ze allemaal. Oh. Dood. Nee, Sharon! Dood. Als ik eenmaal op oorlogspad ben, dan ben ik ook echt op oorlogspad, want dan wil ik naar jullie gebied toe. Nee, die knop, nee. Oké, dan niet. Hey, Denise. Oh, ja, ik was even bij jou gespannen. Oh, die Jasmine die kilt me echt vaak. Ja, nou, ik ben weg hier. Die kan ik spannen. Kak, nee, terug. Godsam, al die knoppen. Ik kan de Jasmine niet aan. Ik zit te rollen voor mijn leven, maar... het lukt echt niet. Is het... we moeten even kijken welke level die dan is. Nou, dat zegt niks. Oh. Dat zegt echt niks. Het is echt gewoon of je er gevoel voor hebt of niet, zeg maar.
groen, weg groen. Nee, weg. Oh. Myrthe. Je gaat winnen hoor, Kim. Echt? Ja. Ik zet haar zo in. Ik heb iemand vermoord ook nog, zegt ze. Dat heb ik niet eens doorgehad. Oeh. Ja, ding. Verloren heb ik. Woep, woep. Wat wel jammer is dat we er zo even allemaal uit moeten. Wat zeg je, Denise? Dat we er zo even allemaal uit moeten, zodat jij een ander wapen kan kopen. Oh ja. Dus dan zit je weer met... Maar goed, jij kan er natuurlijk ook alleen uitgaan. Ja, en dan weer proberen erin te komen. Precies. Oh, ik moet wel weer structuurlijk drukken. Maar hetzelfde mensen. Ja. Het is... Zo. Ik wist niet of ik erbij kon zijn, maar ik heb heel erg last van mijn rug, dus ik kan niks doen verder. Oh, dat is wel naar. Ik zou eigenlijk naar mijn moeder even gaan en zo. Daarom had ik me ook niet opgegeven. Maar ja, als je onderrug zit... Dan is het wel fijn dat je nu even niet met je werk zit dan. Nou ja, ik was sowieso vrij geweest dus vandaag. Ik vind dit toch echt een veel leukere map dan die... Ja. Ik hoop dat je niet hebt opgelet dat je niet in het water dondert. Of dat het gewoon vrijwillig inspringt. Je kunt je ook wel afvallen, hè, van die randjes. Maar... Oeh, heb ik iemand... Myrthe, ik heb jou te pakken! Ja. Wow. Oh, mijn eet is op. Hoe doe ik dat? Zo. Ik ben volledig in focus, dat kan ik zeggen. Oh, kak. Oh, hey, Denise, ben jij ook hier? Ja, joh. Ik ben in mijn eentje tegen jullie. Ik had niet eens door, maar ik zie Yvette nu in de chat zeggen. Yep. Ik heb nog helemaal geen verf. Wat is dit? Oh, no. I'm dead. Wacht, wow, die kan ik spelen. Doe maar Denise. Die knop. Nee. Oh, ik zit echt tussen allemaal gele mensen. Myrthe! Sorry. Sven zegt... Oh, nou wat uurtjes oefenen zit Kim al op e-sport niveau. Nee joh. Ik zit echt dik te prutsen met die controllers elke keer. Ik vind het wel echt een heel tof spel. Ik ben blij dat ik hem heb gekocht. Oh. Zij heeft wel Bert gekild. Oh, Lars is aan het wachten. Die is met iemand van jullie switchvrienden. Ja, maar blijf volgens mij. Wel een leuke kleurencombi, dat paarsgeel. Ja, hè? Ik word echt helemaal gek van die jasmin. Ja, ik ook. Ik ben er deze ronde niet door gekild trouwens. Oh, ze is in mijn ik team. Ik word alleen maar door gekild. Ik moet ook mijn punten behalen. Piu. Oh, kak. Even kijken, je zegt paars geel wordt ook de hoofdkleur, kom je van Splatoon 3. Oh, ja, wat is nu roze groen, hè? Met Splatoon 2. Nou, deze geel is nog wel oké, okay, maar je hebt ook zo'n geel. Oh, dat is echt zo'n vieze... Ik vind dat roze groen wel... Nee, even kijken. Ja, ik vind dit wel echt een van de leukste kleurencombi's. Oké. Okay. Oeh, dan zit dat dicht bij elkaar. 40%, 50%. Ja, die Jasmine is echt goed. Oh, die staat trouwens derde. Jij staat weer eerste. Hoe dan? Is scheelt dit allemaal zo weinig? Het is zo'n slecht wapen, hè? Je hebt echt het slechtste wapen wat er is. Misschien moet ik mijn wapen niet wisselen, man. Nou, dat zou ik wel doen. Oké. Okay. Ik was zo blij toen ik kon wisselen. Ik zal lekker een verfrollen kopen.
Kom je lekker ver mee. Noham zit er weer bij. Denise, je bent me ook gewoon voorbij gegaan qua niveau. Denise, ja. Die speelt echt veel. Ik heb gisteravond met elkaar weer 3 uur achter elkaar zitten splatoenen. Dus, nou, ik denk oh ja, er is ook Animal Crossing. Ja, oh ja, niet zo zin in. Oké. Okay. Oh ja, er is... Ja, ik speel al een tijdje even geen Animal Crossing meer. Ik ging te snel in het begin en nu ben ik mijn interesse kwijt. Ja, dat kan ook. Ja, en dan is het enige van ga je dan opnieuw beginnen? Ja, ga ik ook. Ga je dan echt opnieuw? Of ga je dan als in je eiland leeghalen en de villagers wel behouden die je hebt? Nee, echt opnieuw. Want hetgene waar ik ook... Oeh, zitten we allemaal... Nee, Meerte zit niet bij ons. Ik heb er ook wel eens over getwijfeld. Nou, hetgene waar ik van baal, zeg maar, de uiteinden van mijn rivieren, die zitten allebei aan de voorkant. Ik zou er wel eentje aan de zijkant willen hebben. Ja, dat kan je niet met je eiland leeghalen. Dat heb ik wel, ja. Zeker. En de plaatsing van het stadhuis, die had voor mij toch iets verder vermogen. Maar ja, toen ik begon met... Toen wist je dat met Animal Crossing wist ik dat niet, nee. Nou moet ik tegen Pars, dit is toch niet leuk? Alweer de Jasmin. Gek van een mens. Daar word je toch gek van? Oh wacht, we zijn live. Oh, je bent dood. Oh, ik ben per ongeluk door Sharon heen gezwommen. Of je bent niet dood. Ja, ik ging dood. Ik weet niet. Te weinig. Jasmin heeft mij te pakken. Ai, Meerte! Oh, ik heb wel iemand vermoord. Ik heb Rivali net een keer vermoord. Ik heb het niet elke keer door. Waar ben jij, Denise? Ik kom eraan. Oh, Meerte, zo! Een knalt even met de roller, bam, op mij! Hoe kom je in deze map eigenlijk omhoog? Ja, de vraag moet dus ook af. Oké, okay, ik wil deze kant op gaan. Ik word elke keer hier gekild. We gaan niet winnen. Denise, daar ben jij. Ik kom je helpen. Ja, jullie kunnen naar mij toe spannen. Ja, dat heb ik gedaan. Want ik ging de hele tijd in het midden dood. Dus ik denk, nou, ik spring hier even ergens anders heen. Ja, soms moet je er gewoon even voorbij zien te komen. Dat is het. Maar dan is het handig om die buitenroutes te nemen. Ja. Daarom vind ik deze map ook zo fijn. En ik ben gekild door Meerte. Oeh, volger! Saald, dankjewel voor het volgen. Welkom. Daar ben jij. Ik snap echt niet dat het weer uit de speakers komt. Nee, dat is niet! Een halve minuut. Oh, was het de laatste? Nee, niet. Ik span naar een plek waar iemand werd gekild. Wat vol met paars zat. Oh, kak, ik doe het verkeerd. En ik word meteen gekild. Ja, dat dus. Afgelopen. Nou, dit is hem niet, denk ik. Dat ik paars heb gewonnen. Nou ja, sloeg al. Die Jasmin moet gewoon weg. Met z'n allen op Jasmine. Oeh, Sharon, jij was nu de beste. Ja. Tuurlijk. Is die wie je dacht, ik ga gelijk voor Jasmine staan. Nou, ik dacht, daar is heel veel paars. Laat ik daarheen gaan. Oeh, Lars is erbij gekomen. Ja, er is iemand weg. Oh, no. Cookie is weg. Hé, hey, niet zo doen, Sven. Niet zo doen. Sorry. Ik lees dat wel, hoor. Hè? Hè? Vechten? Oh, niveau... wie heeft niveau 48? Lars. Oh, god. Please. Oh, nee. Oh, nee. Oh, zijn we gesplitst?
Ja, maar oh, jij zit met Jasmine en Lars. Goed zo, Lars. Maar het is nu roze tegen paars. Of is het blauw wat jullie hebben? Ja, blauw. Het is geen paars dit. Kan ik geen paars noemen, sorry. Oh, nee! Kak! Hè? Oh, Yves zit ook al te wachten. Nou maak ik me zorgen. Is dat scheidwater? Nee! Huh? Jullie hoeven me niet eens te pakken, jongens. Ik pak mezelf wel. Ik vind dit wel leuk hoor, alles lekker mogen ondersmijten in het verf. Ik zie het ook echt niet als een shooter, dit. Nee, nee, want shooters heb ik niet zoveel mee. Daar word ik alleen maar zenuwachtig van. Helemaal van die spellen, ook met die multiplayers of zo. Maar officieel gezien is dit een shooter. Ja, van die multiplayers, dat je dus echt mensen je kunnen achterna zitten. Dat Apex en dat Fortnite, ik zou er helemaal gespannen van worden. Nee, maar serieus. Ja, Apex speel ik zelf niet, maar Fortnite, dat begint de laatste tijd toch wel verslavend te worden. Nee, daar heb ik ook niks mee. Ik zit vast. Nou, spring dan het water in en ben ik hier weg. Ik weet niet of hoe vaak je doodgaat mee bepaalt in je ranglijstplek en in je... Nee, niks volgens mij. Oké, okay. Ik zat vast en voor mij was dat de enige manier om er nog uit te komen. Aan dat randje, nee, je kunt omhoog spuiten en dan als een inktvis omhoog. Ja, dat probeerde ik, maar ik bleef net voor het randje hangen, zeg maar. Ik kwam net er niet overheen. Echt, ik ben bijna alleen maar door de Jasmine gekild. Ja, dat verbaast me helemaal niks. Nou, die is net het water in gegaan, zie ik. Lekker voor de hoog. Chagom! Kijk, Yves zegt, nee, doodgaan heeft niks met level te maken, oké. Okay. Ja, ik dacht misschien heeft dat invloed op hoeveel punten je verdient en zo. Oh jee, nog maar een paar seconden. En hier ergens is water. Afgelopen. Sharon moet jou wel hebben, kind. Nou. Oeh. Moet ik jou hebben? Ik ben volgens mij het meest door jou gekild hoor, niet door jou. Sharon moet iedereen hebben die je tegenkomt. Ik bedoel gewoon, ik wil gewoon jullie kamp bereiken zo ver mogelijk en daar gaan verven waar ik niet gedood word. De vechtstijden zijn bijgewerkt. We hebben nu nieuwe levels, het is 4 uur. Oké. Okay. En jij bent niveau 4, zegt Sabrina, dus je kunt er even... Oh, we zijn er allemaal uit, dus dit is wel het moment. Oké. Okay. Dan wachten wij ook even, denk ik. Ja. Ja, waar moet ik heen? Naar de winkel. Oh god, waar is de winkel? Is dat die met die friet? Ik geef hem mijn telefoon zoeken, want die ben ik kwijt. Volgens mij gaat hij heel lang praten in die winkel. Oh jee, waar is de winkel? Volgens mij aan de linkerkant van het plein, maar dat weet ik niet zeker. We gaan het zien. De allerlaatste winkel links. Dan hoop ik dat ik de goede in ben gelopen. Oh, hallo. Welkom bij hoofdmode. Oh, dit is zeker de kledingwinkel. Dus ik ben de verkeerde winkel ingelopen. Ja, dit is met de hoedjes, zie ik. Je kunt beter via je menu doen, inderdaad. Kijk, menu openen. X. Ah, wapens. Thanks. Je hebt een wapenschoenen shirt en een hoedenwinkel. Oh, dan ga ik wel een keer, als ik genoeg punten heb verdiend, een keer gewoon zelf kijken. Een hoofdwapen voor ZR, een subwapen voor R en een speciaal wapen.
Wat is een hoofdwapen is zeker waar je gewoon het afwapen. Wat is dan een subwapen? Dat is volgens mij bijvoorbeeld zo'n bommetje die je dan kan gooien. Oh, oké. Okay. Ja, die zit er standaard aan vast. Ja, het is allemaal wel. Het is goed met jullie. Ik zou nu gewoon lekker voor de roller gaan. Waar? En dan dacht je dat in Animal Crossing veel werd gekletst. Ja. Ja. Ja, dank u. Als ik iets wil weten, dan hoor ik het wel van jullie. Ja, straks kan je het als goed is ook doorspoelen. ZR. Oh! Saalt, ik bedank je nu alvast. Oké, de roller. Wil je dit kopen? Yep. Wil je dit gebruiken? Yep. Oeh! Wacht gewoon zo. X klikt voor jou naar de lobby. Oeh, lobby. Het is gewoon de bovenste. En als je later, maar dat kun je ook offstream doen als je meer geld hebt. Kun je ook kledingen zo kopen. En op kleding zitten weer speciale dingetjes. Zoals dat bijvoorbeeld je verf sneller aangevuld wordt en dat soort dingen. Oh. Dus dan krijg je extra's, zeg maar. Gaan we allemaal tegelijk klikken? Of... Moet ik op een van jullie klikken? Nee, want wij zitten er ook nog niet in. Dus ik denk dat we gewoon tegelijk moeten klikken en dan zien we het wel. En... Ik klik nu. Oké, dan klik ik ook nu. Gewoon standaard gevecht. En dan... Ja, waarschijnlijk komen we allemaal niet bij elkaar. Misschien is dit niet echt een hele goede tactiek. Nee, ik kon je wel via vrienden. Oh, maar zit hij ook instant vol? Oké, ik zit bij niemand. Bij mij zijn nog 3 plekken. Nee, ik zit ook allemaal met mensen die ik niet ken. Oh, hoop opgevuld, ja. Oei, oei. Doe ik er nu... Oh, die tonijntorens is niet leuk. Ik ben aan het wachten tot er plek is. Ik heb nu koraalcampus. Ja, die is wel leuk. Die tonijntorens is echt niet leuk. Oh, die zijn echt vreselijk. Aha, die moet ik nu doen. Oeh, oké, zo'n roller. Maar dan kan je zeker, als je nu iemand wil pakken, moet je gewoon over diegene heen rollen. Je kan niet meer op iemand schieten, zeker. Ja, je kan wel schieten, maar dat is wel wat lastiger. Oh, 2 mensen gekild. Zie je, wordt hier heel evil van. Ja. Gaat vanzelf. Ik kan er ook niks aan doen. Kijk, je kan los op ZR drukken. We hadden dus in een lobby kunnen gaan en dan hadden we meteen met z'n allen gezeten, schijnt. Oké, doen we dat. Dan ga ik naar dit potje eruit. En dan mag iemand wel zeggen waar ik op moet klikken. Oh, kak. Doei, Miss Divi. Thanks. Ik merk wel dat ik vind dat ik langzaam loop. Je moet ook niet lopen eigenlijk. Oh, niet voor de kakker. Ik vind het wel een grappig element dan, dat je elke 2 uur een andere map... Ja, anders is het natuurlijk wel helemaal... Maar je kunt, als je dus, dat is het leuke, als je een kamer aanmaakt dus met elkaar, dan kun je dus elke map kiezen die je wilt van die standaard gevechten. En dat zijn er best wel veel. Ik dacht, nou, dat zijn er een stuk of 10. Het zijn er volgens mij echt wel bijna 20. Nou.
Spatkuip, wat een naam. En wat vind je van je holler? Ja, ik vind het chill dat ik een veel grotere oppervlakte pak. Daar was ik zo blij mee. Ik merk wel dat ik inderdaad niet op afstand meer op iemand kan schieten. Nee. Nou, je kunt je roller als die... Je kunt hem wel slaan, hè? Of een soort van... Ja, je moet wel redelijk dichtbij staan, hoor. Maar... Brit, jullie vinden verven leuk. Mijn moeder is tuinhuisje aan het verven en vindt het verschrikkelijk. Ja, maar dat zou ik ook niet leuk vinden. Oeh, wel nog gewonnen. Oké, ik ga er nu uit, maar... Ja, wat gaan we nou doen dan? Ik denk dat omdat Kim nu misschien echt gewoon wel een beter wapen heeft, dat we nu dan misschien wel gewoon in een kamer kunnen. Ja, maar kijk, Yves, ja, maar dan kan Kim dus niet doorlevelen. Dat is het, zeg maar. Dat is het enige dat ik zou zeggen, blijf hierin. Ja, vooral doorlevelen. Anders doe je dit nu nog even en dan gaan we straks nog even naar de privékamer of zo. Oké. Okay. Ik ga in ieder geval jou nu. Oké, okay, dan klik ik op tuurlijk. Want Meertje zit al te wachten, volgens mij. Nee, ik was eruit gegaan. Nee, er is ook niemand uitgegaan, zie ik hier nu. Nou, ik zit nu te wachten. Oh, nee. Ik ben ook aan het wachten. Er zijn al genoeg spelers. Probeer het later. Ja, dan kan ik dus niet wachten. Dat is zo raar. Die is zo leuk. Oh, nu weet ik weer wat Salt zei. Oké. Okay. Je kunt... We hadden in een lobby moeten gaan. Maar dan kun je volgens mij... Kun je dan wel levelen? Ook niet, volgens mij. Dat weet Salt, denk ik wel. Oh, waar val ik heen? Naar beneden springen. Voilà. Camera gaat goed. Ja. Hi. Ja, ik moet dus sowieso 2 potjes wachten. En weer naar beneden. Maar bij mij is er sowieso nu iemand uitgegaan. Kim, is niet daar zo'n rond dingetje met een rood lichtje? Als je daar op je verf doet en... verandert in je inktvisje, dan schiet je zo de andere kant op. Een verf, een rood dingetje. Oh ja. Ja, maar wij willen wel levelen. Haha. Inktvisje worden? Oh. Ja, ik zit nu inderdaad in de lobby en dan kun je dus... Nee. Als je bij dat ding bent en op jouw kleur hebt, dat er zo'n verfstijltje komt uit. Ja. Oh. En dan moet je met dat ding in een inktvisje gaan en dan kan je tot daar dan... Tot het einde kan je als inktvisje kom je een stuk verder vooruit. Okay. Oh, soms is het best lastig uitleggen met streamvertraging. Ja, de lobby, daar zit je in. Daar kun je alles kiezen wat je kan kiezen, inderdaad. Ja, precies. Als je wil blijven levelen, dan moet je dus standaard gevechten blijven doen. Okay. Met elkaar. Dan kun je niet een privékamer in, want dan level je niet. Ja, en als je heel hoog zit, dan maakt het natuurlijk niet meer uit. Maar ik zit echt nog helemaal in het begin. Dus ik kan natuurlijk geen punten verdienen anders en dingen kopen. Precies. Daarom zou ik zeggen, we blijven dit doen. Maar deze levels zijn wel echt vreselijk. Deze is niet vreselijk, deze is leuk, Denise. Ik vind deze ook niet leuk. Vooral het aspect dat ik het leuk vind om gewoon helemaal naar de tegenstanderskant te gaan en daar vanaf boven naar beneden te verven. Dat je inkt op is, vind ik wel irritant de hele tijd. En ik weet ook niet waar je eraf kan springen waar het veilig is. Of dat ik iemand straks... Oeh, yes! Haha. Heb je een mega attack? Weet ik niet. Ja, die heb je. Nu doen. Wat? Oh, X. Oh, laat maar. Oh ja, dit is inderdaad een beetje gekke route die je moet lopen.
Tik verloren. Kijk, waar je nu al dat paarse ziet, ben ik meestal bezig met mijn andere kleurtje. Je kan dus bij de standaard gevechten meedoen van jouw vriend. Ja, dat klopt. Alleen omdat er al twee in de wacht zitten, Sharon en Mirta, kan ik nu niet joinen. Want de kamer van je vriend is al vol. Je past er niet meer bij, krijg ik dan. Dus dan moet ik eerst wachten tot zij er weer in zitten. Ik zit erin. Zit jij erin? En nu staat er vrij. Nu kan ik hun joinen. Ja, en als je snel bent, er zijn nog twee plekken vrij. Ja, maar zo snel is het nooit, want de plaats zit toch sneller anderhalf. Oh, Meertje zit er ook in. En Liam zit erin. Maar hij staat er even wachten, terwijl de plek er gewoon is. Oh, er zijn wel mensen uitgegaan, want ik ben nu de tweede. Ik sta niet meer onderaan. Bezig op een vrije plek te wachten. Ja. Weer deze. Moet tegen jou, Kim. Nee, maar ik ben wel paars. Daar gaat het om. Ik moet tegen jullie allebei. Dit wordt nog leuk. Ik ga naar beneden toe. Doei. Ik ben zo gewend met alles wat je doet. Met Animal Crossing en met Mario Kart. En met Uno. Dat je op A drukt. En hier is dat niet. Ben ik al volledig. Ik vind het een hele irritante map. Heet het die camera draaien? Ja. Maar heb je nu wel de automatische camera uit? Ik heb niks aan mijn settings gedaan. Oh, want Ivo had uitgelegd hoe je dat uit kan zetten. Dit is namelijk vrij irritant spelen. Dan kun je zelf je camera besturen. Oké. Nee, ik wil nog een map. Ik wil naar mijn... Dan maar naar een andere plek. God. Monde je. Wat is er, Kim? Nou, dat ik denk heel leuk. Ik laat me teleporteren ergens heen. En ik teleporteer vervolgens waar ik gewoon dik gekild word. En een nieuwe volger. Ronja Sims, dankjewel voor het volgen. Welkom. Nou, oké, dit doe ik niet meer hoor. Ik ga wel weer lopen zelf. Wee. Waar komt die vandaan? Die heb ik nodig. Oh, ik heb elkaar gekild. Ik heb Liam uitgeschakeld, maar volgens mij heeft Liam ook mij uitgeschakeld. Ja, dit is wat we willen. Meerte, je bent er ook bezig, zo te zien. Ja. Dit is mijn favoriete plek om te verven. Oké, ik ga echt zo die camera uitzetten. Ik word helemaal prima van. Ja, je hebt het bijna niet te besturen. Nee. Dat willen we niet. Ja, Meerte, ik heb jou te pakken. Dat geluidje van die volger met het geluid van het spel. We hebben gewoon als inktvis in zo'n straal springen is makkelijker. Oké. Oh, ik was de slechtste van het team. Kan nu zitten. Ja, maar nu zitten Ive en Lars ook te wachten, dus een hele kleine kans dat ik erbij kom nu. Maar ik kan zeker niet mijn settings veranderen terwijl ik hierin zit. Oh, ik zit erin. Er wachten nu nog twee mensen, of niet? Nee. We zitten er dus allemaal in nu. Ive zit er ook in. Ja. Maar ik kan zeker mijn settings nu niet veranderen terwijl we in het potje zitten. Nee. Dat is jammer. Ja, je kunt er nu in je eentje uit en terug joinen daarna.
Yes. Oh, ik zit bij Yves. Oh, we moeten tegen jou verliezen. Ik zit in mijn eentje. Nou, let's go. Gaan jullie helemaal inmaken, jongens. Wees maar bang. Ik ben heel vol van mezelf. Oh. Wat wordt die roller schoon als je geen inkt meer hebt? Ja, dat vind ik ook altijd knap. Toen ik ging verven was het een drama om ze schoon te krijgen. Ja, ik heb natuurlijk roze muren, dus die roller is gewoon permanent roze nu. Blauw maken. Zo, ik hoorde iemand rammen op de knop. Ja, dat ben ik. Ik probeer nog steeds een tussendoorweggetje te vinden naar boven bij andere mensen. Waar is Kim? Die is daar. Oh ja, jullie kunnen ook nog stiekem op stream kijken waar ik ben. Nee. We zitten in één team, hè? Maar ik probeer even gewoon daar naar boven. Ik wil naar boven. En dat wil dus niet. Ah, ik weet niet wie wat. Liam. Dag Liam. Nee. Ik wil heel graag bij de tegenstander komen mooi maken, maar dat lukt mij nooit. Nou, gelukkig. Blijf maar lekker bij je eigen helft. Nee. Ik weet niet welke muur ik moet pakken om omhoog te verven. Maar toch komen er... Yves, vertel even in de chat hoe je daar boven kwam. Ja, Yves zit in de Discord. Yves zit in de Discord, ja. Als hij een call wil, dan moet ik het even zeggen. Elke keer die inkt op bij die countdown. Gavomon. Oh, je zak doen, Sven. Ik zal rustig gaan doen. Sjorrel, doe je rustig met je knop. Ik wil wel in call komen. Moet ik het fixen? Ik kan het ook wel fixen hoor. Oh. Tuurlijk. Voilà, hij kan in call komen. Oké. Okay. Dat levelen gaat nu wel lekker. Alleen Fox Mar, ze zit er nog niet. Zit er in die we niet kennen? Hallo. Hey. Maar goed, hoe ik dus daarachter kwam, is dus bij dat vierkant met dat gekke knoflookboomding. Wijs me zo naar de weg. Yves, je zit er niet meer in. Ja, ik was eruit gegaan, per ongeluk. Nou, dat ik zo meteen wel zien. Oh ja, we hebben weer deze map. Gelukkig. Die andere is echt niet leuk. Nee, die vond ik ook niet zo. We zitten met user. Username. Zo, oh, mooi af. Deze kleur blauw is ook wel mooi. Oh ja, een beetje pastel, maar dan donker. Oh god, hier is ook water. Er is hier overal water. Bijna elke map die buiten zit, heeft al water. Ja, dat hebben ze leuk eigenlijk gemaakt. Volgens mij is de Tonijntorens de enige map zonder water die buiten is. Oké.
Ja, dat was een hele fijne verrassing. Dat dus ook een element is waar je rekening mee moet houden. Maar voelt het als een spel wat je nu heel vaak gaat pakken? Ja, zeker. Had ik ook meteen toen ik het de eerste keer had gespeeld, had ik ook. Ik zat het al een tijdje in de gaten houden, want ik had het echt al een paar maanden in mijn hoofd. Maar ik vond de originele prijs gewoon te veel. Oh ja. En toen was hij in de aanbieding voor 40. Op de Nintendo Shop. Ik heb hem ook voor 40 uit de Nintendo Shop. En ik was geïnfluenced door Rickertje, want die was het ook aan het streamen toen. Ik vind het sowieso ook leuk om spellen samen met mensen te kunnen doen. Kijk, Sims is nog steeds natuurlijk gewoon... Dat is gewoon een spel dat ga ik waarschijnlijk voor de rest van mijn leven leuk vinden. Dat speel ik al 20 jaar. Maar net als met Among Us en dit, dat je dat met andere mensen samen kan spelen. Dat is echt leuk. Kak, mijn eet was op. Anders was het lastig aan. Ja, dat moment dat je net over iemand heen wilt gaan rollen en dat dan net je intank leeg is. Ja. Ive, ik ben bij zo'n knoflookboom, maar ik kom er niet boven voor. Moet je naar rechts gaan, dan kijk je dus naar je base, je basis. Dus naar achter, van waar je vandaan komt naar achter dan. Ja, daar heb je. Dan ga je naar rechts en dan heb je aan de allerrechts, van daarachter heb je een muur waar je op kan verven. Elke keer ja, maar hier. Ik kom tegen zo'n rand aan en dan bots ik en ik kom daar niet boven. Nee, dan ga je waarschijnlijk naar voren, je moet naar achteren. Nee! God. Team Blauw gaat goed. Ik ben dood, ik kom tot leven, ik lanceer mezelf en ik ben weer dood. Nee, zelfs bij het water lukt me niet. Zit je bij het water? Ja, ik zit bij water nu. Denise heeft me gevonden. Ik heb Cheryl nu gekillt. Ik heb ze weer gevonden. Lars! Jongen. Nu ben ik de weg kwijt hier. Afgelopen. Zo! Nou, dat is wel duidelijk. Gefeliciteerd, Blauw. En ik ging zo lekker in het begin. Een user heeft niks gedaan. Ja, hey, hallo. Ja, als er 0 P bij een speler staat, dan is het meestal gewoon zo dat ze gewoon in het midden van dat potje eruit zijn gegaan. Oh. Ja, dan krijg je straf, hè, voor het spel. Oh, echt wel? Dat je dan een time-out hebt? Ja, mag je een tijdje niet meer meedoen. Oké. Okay. Oh, Salt zit erbij. Ja, die heeft level over de 100. Hij zegt ook in chat, hallo. Level over de 100, hè? Oh nee. Er staat een sterretje bij zijn naam. Dan heb je over de 100. Sven zegt ook met ster. Yep. Oh, en dat zit niet in mijn team. Jij bent mijn Ive en... Jij en Ive en Saad, hallo. Ja. Sven, kom het mij even uitleggen alsjeblieft. Wacht, Sharon, even ondertussen. Kom even naar die knoflookboom, daar sta ik. Knoflookboom, ja, ik wel. Okay, ben jij dat? Okay. Nee, ik moet respawnen. Wat samen. Niet vandaag, hoor. Oh. Ja, dan moet ik niet iedere keer. Nu kill je me. Heel erg onder druk. Ja, ik ben een keer met meer te aan. Iedereen van paard was gewoon tegelijkertijd dood. Dikke paal. Hier ben ik. Ive. Ive! Nu word ik door Saald gekregen. Gedood. Lars en Salt, even niet Sharon killen. Zo, wat is dat? Jeetje. Een ultra-stempel? Ik kom gewoon eens weg. Ik ga wel een andere route nemen om weg te komen. Oké, ik denk dat ik er zo wel even uitga voor die camera. Want ik merk dat dit potje heel vaak een wisseling heeft van spelers. Dus dan kom ik er waarschijnlijk ook wel weer snel in. Ik ben nu aan een zijstukje. Waar ben je, Yves? Wat is dat voor een ding? Oké, ik ben nog steeds bij de knoflookboom. Denise. Ik zag niet dat jij het was. Ik zag alleen maar iemand zonder verf, sorry. Ja, dat was ik. Ja, je had geen verf. Ik denk, als er iemand zonder verf is, kill ik het gelijk. Jij dat? Sharon.
Die scheidstempel gewoon. Want ik zag dat volgens mij. Zalt even op niet. Nee. Nee. Even niet. Nou, Yves. Yves. Nee, oh, dat was nu, Lars. Nee, nu is het Lars. Ik heb maar 260 punten dit potje, simpelweg. Lars? Nee. Oké, Lars is nu ook dood. Ha, goed zo. Ik heb, nou, ik heb nou voor jullie wraak. Lars, niet doen. Ik ben nu... Sharon. Sharon, als jij even naar de stofloopboom gaat. Ja, waar zit die? Of wacht, kom even naar het midden. Dan ga ik je leiden. Ik ben in het midden. Lars, niet. Okay. Hier, kijk dan. Bijna al het paarse werk gaat er alweer aan. In die countdown die je ziet. Moet even... Oh shit, weer... Ja, die naam verschijnt te laat. Sorry. Want ik zie alleen maar iemand staan en die kill ik dan. En daarna heb ik Sharon. Maar je kan je mensen van je eigen team killen, niet toch? Nee, maar Sharon zit in het andere team. Maar is toch niet erg? Oké. Ik heb ook de minste punten. Ah, het is wel logisch als ik ergens probeer te komen. Oké, dan ga ik nu even kijken of ik me kan, want ik word helemaal priegel van. Ja, die kun je uitzetten. Jij weet dat toch, Yves, uit je hoofd? Ja. Goed, je drukt dus op X. Jan, X. Dan druk je op de linkerknop, maar dan niet ZL, maar dan die daarboven. Ook ja, dan bij opties. Dan TV-stijl en tafelstijl. Ja. En daar bewegingsbesturing. Ja, dan staat daaronder bewegingsbesturing aan uit. Oké. Okay. En dan kan je de gevoeligheid van de... kan je ook nog aanpassen. Oh. Dus hoe snel Ja, daar heb ik volgens mij niet echt aan gedaan. Nou, ik zet hem een klein beetje terug. X. Bobby. Ja, dan ga ik via vriendenlijst weer terug. Je kan nog even in de kledingwinkel kijken. Als je toch. Zijn jullie nog bezig? Ja, we zijn net begonnen. Oké. Okay. Dan kun je even kijken voor een shirt of zo, of een hoed. Iets met extra stats. Dat je bijvoorbeeld sneller je verf hebt en zo. Hmm. Iemand van het andere team heeft hetzelfde speciale wapen als ik heb. Nee! Lars. Is dat die helemaal rechts, omdat daar een dingetje bij zit? Je kunt alles lezen, hè? Als je erop klikt, krijg je te zien wat ze voor extraatjes hebben. Ja, ja, ja. Klaar met praten. Er staat iemand stil van ons. Subspaarder. Ja, dat is dan wanneer een subwapen minder inkt verbruikt. Dat is wel handig. Revenge. Inktolerantie, is dat het? Inktolerantie is volgens mij dat je sneller door de inkt van anderen heen gaat. Oké. Van de vijand, ja. Zwemdiploma. Oh, shit. Zwemdiploma is dat je sneller zwemt. Speciaal spaarder, dat is... is dat de... dat je ver speciaal spaarder. Speciaal spaarder is dat je speciaal meter minder snel leeg raakt als je gekild wordt. Ik dank je niet. Ja, ik was er even klaar mee. Jullie zitten allemaal aan onze kant. Flikker op. Ga lekker naar je eigen hoek. Even kijken hoor. Swipesprong, specialist, hoofdspaarder. Die moet ik zeker hebben, de hoofdspaarder. Hoofdspaarder is dat je hoofdwapen minder gebruikt. Die moet je hebben, ja. En het die is meestal ook... Ik weet niet wie ik in het team zit. Oh, dan gaan de twee tegelijk. Ja? De kleding die meestal wat duurder is, daarmee kan je uiteindelijk ook meer, hoe heet dat, zeg maar van die inktspaarder en zo erop krijgen. Oké. Okay. Oh nee. Nee, jups. Ik dacht dat er niet bij ons zat. Nou, ook een goede, wat zit hier, speciaal spaarder, comeback. Oh, dat je sneller terug bent. Nee, shit. Jij was zo ver, Sharon, ik wilde net naar je toe gaan.
opfrissen. Ja, maar er zit zo eentje met zo'n lasergunnetje. Ja, het is hier alles heen. Fly. Ja, joh, val ook van... Ik was nog niet klaar. Ik zou wel even joinen, want we hebben nog 10 seconden. Oké. Ik weet niet eens of je nu nog redt. Ja, we moeten natuurlijk de hele ding eens nog doen, de scoring. Ja. Dus ik denk dat het wel lukt. Heb je nou wat nieuws gekocht? Ja, schoenen. Juist. Dat mijn inkt minder snel opgaat. En je kan wel zien dat wij beter geverfd hebben. Ja. Naar hoeken en zo. Oh nee, jij bent roze? Ja. Ik ben ook roze. Ik dacht dat ik groen was. Je kan beter wat meer gaatjes overlaten dan alle hoeken verven. Want die hoeken die nemen best wel tijd in. Dat vind ik heel mooi. Ik hou ervan. Ik vind dat allemaal wel fijn. In dit spel ik ben perfectionistisch. Heel herkenbaar. Oh, ik kan niet met jullie meekijken. Nee, stom hè? Ja. En hij zit vol, er is niemand geliefd. Wie heeft er gewonnen? Team van Lars, ik, Sharon en Salt. Ik ben wel laatste. Ik moet beter mijn best weer gaan doen. Nou, ik weet niet of ik nu weer boven kom. Ik ben eruit gegaan. Ik zit er inderdaad bij nu. Yes. Oh, inderdaad. Ik ga ook gelijk uit call. Leuk dat je mee hebt gedaan, Myrthe. Ja, bedankt dat ik mee mocht. Doei! Doei! Doeg! Salt zegt, sorry, ik zal proberen het moeilijker voor mij te maken. Ja, blijf maar aan je eigen kant. Zullen we dat even afspreken? Dat is een goede deal. Behalve als je bij mij zit, dan moet je maar doen wat je wil. Nee, deze. Dat gaan we niet doen, hè? Torens. Oh, zitten. We zijn een heel team met z'n allen. Oh, dat vind ik wel leuk. Allemaal mensen, allemaal kijkers. Ja, maar Sharon en Salt zijn samen. Nou, Yves, is dat zo'n probleem? Zullen we gewoon met z'n allen op Salt gaan? Ik vind het heel lekker op Salt. Oh, ik ben heerlijk. Ik kan niet meer doen met die camera. Ja, je kunt gewoon zelf draaien nu. Ideaal. Maar ik draai dat mee nu als ik draai. Fijn. En niet dat ik met mijn controller Ik moet hem wel zelf draaien hoor. Ja, dat wel, maar het was net ook dat als ik ook maar een kleine beweging met mijn controller maakte. Of met dat is de bewegingsbesturing. Oh. Wie zit de hele tijd die kleine gaatjes te verven? Denise weer. Nou, laat mij! Gewoon verdienen! Oh, ik werd van twee kanten gepakt! Kijk, je kan me verwachten aan deze kant. Ik dacht dat je me ondertussen wel kende, druk altijd aan die kant. Ik word de hele tijd door Salt gekeild. Nee! Oh, die Fox Mars die vind ik ook niet zo leuk meer. Hey, goud! Hoi Eva. Oh nee, dat is niet Eva. Dat is iemand anders uit mijn team. Ik zie niet eens bij jou. Sharon, wegwezen. Nee. Goed zo, Lars. Nee, weg jij. Oh kak, ik spring in het niks. Oh, jij was het achter mij. Even kijken. Oh, ik word gewoon gekild terwijl ik in dat schietding zit. Als je rechtsboven in beeld dat rondje 3/4 vol ziet en de regenboog, kan je rechts de joystick indrukken en dan gebruik je die... Ja, special attack. En dat is dat ding waarmee je beweegt, hè? Die moet je dan indrukken. Een hele grote sprong. Ja, klopt. Okay. Dan maak je een mega sprong, zeg maar. Die jij hebt vooral handig als je bijna gekeild wordt. Waarom? Dat lach je ook. Ja, dat is niet grappig hoor. Oh. Dat zeg ik, hij is puur evil, joh. Doei, Myrthe. Ik ben Myrthe echt maar gekild door Salt. Nou, ik doe Sharon, maar Sharon en ik killen elkaar altijd. Kijk, Denise wil heel leuk die hoekjes gedaan hebben en ik wil heel graag de paarse daardoor weg hebben. Ja, dus dat werkt niet, dus wij killen elkaar steeds. Hoop. Ah,
9. Nee, weg jij. Nee, ja. Ga maar niet in die laatste paarse. Nee! Lekker. Hoi Emma Roos. Oh, ik heb wel gewonnen. De framboos. Ja, ik vind het zo leuk. Ik had net iemand met een peertje. Eerder in de chat. En nu Emma Roos de framboos. Veertje met een peertje en Emma Roos de framboos. Dus dat is topname. De hele fruitschaal komt langslopen. Wel een beetje lang, vind ik. Kijk, goud doet mee. Als je wil mag je kal, Martine. Is die rol? Ja. Oh, oké. Okay. Als ik het goed gedaan heb, wel. Cool dude. Oké. Okay. Nou, ja, ga eens cool. Kijken of je zo cool bent. Alleen maar als je met chat, behalve die cool dude. Aardblij. Ah, dat zou ook een leuke naam zijn. Ja. Nou, als iemand nog een nieuwe Twitch-naam zoekt. Aardblij of aardblijtje. Dit is echt leuk. En dan heb je meteen een hele thema voor je streams. Met een aardbeien-layout en een aardbeien-emote. Ja, wel, ja. En aardbeien-subpatches. Maar dan moet je wel van aardbeien houden, want anders is het een beetje gek. Nee! Ik vind het wel een leukere map, dus ik ben wel blij dat we deze er hebben. We kunnen een lobby of een privékamer ingaan anders zo. En je kunt altijd gewoon voor jezelf natuurlijk gewoon weer standaard gevechten joinen. Om 6 uur wisselen ze weer. En vanavond om 8 uur weer, elke 2 uur. Ze kunnen anders ook dat doen, want dan kun je elke map kiezen die je wil. Ojo. Wat deed jij, Sharon? Ik kwam jullie stuk grond even over. Ja, dat zegt Sharon is echt een viespeuk. Zij speelt echt vies. Ik speel niet op mijn eigen grond. Ik ga gewoon het beginsel van jullie weg. Nee, weg. Iemand zit hier. Nee, Martine, waarom? God. Waarom? Salt, wat was dat? Een torpedobom. Ja, dat zijn ook van die bommen. Oh, kak, nou weet ik niet meer hoe ik moet richten. Oh, zo. Nee. Oh, hier komt iemand aan. Sorry, Kim. Ik deed het heus niet expres, hoor. Ja. Ik loop alweer. Lars. Elke keer als ik me lanceer, ik dan word ik meteen gepakt. Ik wou mijn bommetje droppen. Nog 1 minuut. Ik wilde net op de map gaan kijken. Ik vond hem heel mooi. Nee. Ook al ben ik er zelf ook aan. Maar so be it. Soms moet je je leven geven. Voor mooie momenten. Dat rijmt. Volgens mij salt gekild. Ik voel me echt een awesome persoon nu. Een winnaar. Haha, ik weet niet wie ik had. Salt. Ah! Maar toen pakte Yves mij. Zo. Ik zag dat iemand daar stond. Dat was een interessante reactie. Ja. Dit is een, ik snap niet hoe dit spel nog niet onder de categorie horror valt. Oeh! Sharon en ik tegen elkaar aan. Oh, was jij het? Ja. Hoi hoi. Hey! Nou, verloren. Yves, wat ben jij vervelend? Ja, wie Pukkie vraagt ook, is er geen regel dat je de streamer niet mag killen? Nee, die... Nee, maar Kelly mag maar. Kun je altijd instellen? Ik heb een nieuw effect. Ik heb wel vaker met Yves gespeeld, dus ik weet wel hoe die is.
Zalt zegt ik zal proberen. Die cold dude. Die cold dude. We hebben gewoon letterlijk een lobby van 7, behalve cool dude. Nou, iemand die ook in de chat is en die Splatoon speelt en vriend is met een van ons, join. Sven, koop het gauw en join ook. Ja. Sven, zo kom je in call. Hoi, hoi. Ive, wat ben jij vervelend. Dat is een lekkere waarheid. Heerlijk. Ive weet wie het zegt. We hebben wel vaker samen gespeeld. Ze zei tenminste hoi. Ik bedoel, ze had ook kunnen zeggen, Ive, wat ben jij vervelend. Ja, dat zei ik niet, hè. Nee, precies. Je deed hartstikke netjes. Ja. Oh, ik zit bij cool dude. Nee, oh god, weer tegenvalt. Maar nu zit Eva aan mijn kant. Oh, dit is die lelijke mosterdgeel. Maar dan kan ik in ieder geval niet door Eva gekild worden. Niet gekild weer. Maar wel door Salt en Lars. Ja. Nee. Oké, maar Salt heeft nu echt een rukwapen, een beetje. Hè? Oh. Ben ik zelf dat een rukwapen? Ja, wie weet is die er hartstikke goed in. En toen ik dat zei, werd ik door Salt gekild. Ja. Ja. Nooit te vroeg iets zeggen, hè? Oh, ik zie niks. Draaien. Nee! Ik ga zo meteen echt even een ander wapen pakken. Sven zegt nou, ik heb net Stardew Valley, dus dat ga ik niet doen. Ik dacht dat je ging zeggen, ik ga zo meteen echt een ander spel doen. En Annette zegt, probeer elk hoekje te verven, want alles telt. Ja, zo zit ik er dus ook in, Ive. Nee, maar dat kost ja, tijd. Jongens, ja, dat kost tijd. Kijk eens naar kaart. Ja, maar als die zat me niet komt, loopt het keer. Doei, Kim. Succes, ik heb jullie hele pad al beverfd. Ja, daarom ga ik dat nu weer geel maken. Je kan je altijd gewoon nog vooruit laten vallen, Sharon. En dan komt Salt me van achteren aanvallen. Oh, wat heeft Salt? Een eendjet? Wat? Ook een speciaal wapen. Ik vind dit spel leuker en leuker worden. Ja, dat had ik ook. Ik start het op. Het wordt echt verslavend, hoor. Oh, jemig. Het is echt een horrorspel aan het worden. Jij bent horror. Komt daar zo op onze kant. Nee! Salt staat daar gewoon bovenop dat ding, hè? Je op te wachten. Ja, ik ben al naar beneden gesprongen. Oh, Emma Roos heeft eigenlijk Roos. Ze heeft eigenlijk Roos Emma. Net als Esther Nienke. Dus ook Nienke Esther. Grappig dat je dat dan omdraait. Ja, ik vind mijn tweede naam vreselijk. Ik heb niet eens een tweede naam. En ik had officieel 9 letters. En toen heb ik mijn achternaam veranderd. En toen heb ik nummer 7. Dus... Ben je van de goedkope tak, hè? Ja. Zeggen ze toch altijd als je veel hebt, dan ben je van de dure tak. Ja, nou is in ieder geval wel mijn achternaam te spellen, want voorheen werd het nooit goed gespeld. En ik heb al een voornaam die iedereen fout schrijft, dus... Minis, jij doet je werk, ik ga de andere kant weer op. Oh. Doe dat. Zwart scherm? Oh, nou, dan ga je weinig wat doen. Altijd krijg je een zwart scherm. Behalve, afgelopen. Wow. Annette zegt, in het begin vond ik het niet zo leuk omdat ik niemand kende die het speelde. Nu lijkt het mij super leuk om weer te spelen. Je bent bijna thuis, Annette. Snap ik, maar het is ook leuk met anderen. Ja, met vreemden vind ik het ook leuk, hoor. Dat is zeker. Ik kan het uren spelen, ook tegen onbekenden. Ja, jij bent vaak hoog level. Ja, maar ik heb ook serieus wel eens 2 uur per dag zitten spelen. Oh, heb ik gewoon gedaan, ook aan één stuk voor. Oh, dan is het. Maar het werkt op een gegeven moment ook verslavend, want dan wil je weer winnen. Dan denk je, oh, laatste potje. Oh, shit, niet gewonnen. Oh, nog een potje, want ik wil winnen. Oh, Salt is weer level up, hoor. Wat zit hij nou? Oh, level 10. Ah, oh, met een sterretje. Oh, wacht eens even. Dat is wat meer level 10. Jemig. Ja. 100 plus, dus je ziet niet eens meer hoeveel levels die nu... Nee, vind ik wel raar eigenlijk. Ja. Misschien dat ze dat met Splatoon 3 dan fixen. Maar ik kan of max level 99. Of gewoon 100. Ja, maar in Splatoon 1 was het maximale level ook maar 50.
Level zegt er niks, Annette. Level zegt niks. Hey Annette, ik ben vandaag voor het eerst begonnen. En er zitten nu 6 andere mensen met mij mee te spelen, dus dat willen ze wel hoor. Salt is level 12 of 10. Oeh, ik zit met allemaal van jullie. Hey Eva. Die cool dude moet er even uit. Ja, maar... Oh, ik zit ook met Kim. Kijk, dat is handig om te weten. Ik wil weer even wennen om niet met de roller te spelen. Oh, je hebt een ander gekozen. Ja, ik was even klaar met die roller. Nee. Zalt, rot op! dit is super dom wat ik heb gedaan. Nee, Sharon wordt gekild. Nee! Door Lars. Ja, ik ook, want ik was klaar bij het bovengedeelte. Ik spring naar beneden op het moment dat de verf op is. Daarom. Zalt, daarom. Nou, als je de tegenstander bent, zo werkt dat spel. Waarom? Ik vind het wapendiaar zo irritant. Salt heeft gewoon iedereen killen. Yes, ik heb Salt gekild. Die zit zeker ook niet in de kool. Nee, volgens mij zit hij ook niet in de server. Ah. Eet smakelijk aan het. Eet smakelijk aan het. Ik word weer gekild door Salt. Nee! Ik zie Salt weer. Ik laat mij graag eens naar de overkant proberen. Ik probeer niet Ik word alleen maar gekild en ik hou daar niet van. Ik wil gewoon verven. Ik wil gewoon verven. Ja, laat me verven. Britt de moeder heeft nog een schuurtje, zei ze net. Nee. Weg dat jij! Niet. Laten we daar maar niet aan beginnen, hè? Oh, ik leef nog. Ik dacht dat ik dood was. Ik ben toch dood? Word ik weer gekeild door Salt? Waarom? Hoe kan die Salt door een muur heen zien dat ik erop ga? Tenise heeft me gepakt. Laat me nergens zoeken. Oh, de kamer nu van op mij. Dagmar mag je ook hoor ik. Je wilt niet dat ik een kamer ga verven. Krijg je Word ik weer gekeild? Ik werd door Lars en Lars gelijk aangevallen. Nu heb ik geen ink meer. Zo. Ja, sorry. Hoi Epica, welkom. Maar ik ben ook gekild. Oh, iedereen biedt nu zijn schilder de kullus aan. Ik ga niet schilderen. Ik wil ook verf in dit spel gewoon. Nee, nee. Laat me gewoon mijn ding doen. Nee, ik probeer ook een keer een bewuste kill te doen, maar dat lukt me niet. Oh, en dan is het alweer afgelopen. Ik denk dat we niet gewonnen hebben. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk het ook. Yes. Puur omdat Salt op de uitkijk staat, hè? Ik ben ook nog de slechtste van mijn team. Ja, als je vaak gekild wordt, kom je ook niet heel ver. Nog een keer. Ja, op een gegeven moment wil je stoppen en dan denk je elke keer, nog een keer, nog een keer. En als je 10 keer doet, ben je weer een half uur verder, ruim een half uur verder. Oh, heerlijk spel dit. Waarom moeten we nog wachten op een cooldown? Iedereen is al op een countdown, iedereen is al binnen. Precies. Ja, misschien dat ook mensen met kleding aan het wisselen zijn. Met wapens of zo. Dat doe ik nooit. Echt, ik heb er 1, 2, 3, 4 of 5 mensen hebben schilderklussen aangeboden in de chat. Oh. Huh? Jullie zijn met z'n drieën. Er is iemand uit. Die cool dude is gewoon net voor het potje geliefd. Maar jullie hebben alsnog Salt, dus... Eigenlijk, als je nu nog 1 iemand erbij hebt... Oh shit, kijk op het verkeerde scherm! Ik ga in een privé, dus je kunt dus elke baan doen. Ik zat bij jou te kijken, Kim. Nou ja, je liep wel vlak achter me, dus dat scheelde. En
En we hebben weer genoeg inkt. Verkeerde, we moeten nog eentje naar beneden. Hallo, Martina. Oh, chips. Dat was niet handig. Ja, er zijn ook een paar plekken waar je springt en dan spring je niks. Dat is een beetje kak. Dan moet je verder springen. Eva. Sorry. Dan moet je verder springen, gewoon. Nee, maar echt. Als je gewoon jezelf laat vallen, dan val je gewoon in een gat. Maar je moet wel gewoon vooruit blijven gaan. Waar ben jij? Vette plek. Oh, yes. Nou snap ik dat. Ik zie zo'n rondje met Sharon. Ik denk, waarom zie ik dat? Maar dan heb je mij gekozen om... Ja. Je staat bij op de perfecte plek. Nou! Sorry, Kim. Oh. Oké, sorry, Kim. Oh, Salt. Zo zie ik me er zelf ook aangegaan. Salt zegt ook heel goed dat je dit spel leuk vindt. Nee. Sharon. Bijna haal ik je, Eva. En Silke Prooi, dankjewel voor het volgen. Martine is er dichterbij. Ik kom eraan. Toen. Ja, ik kan beter straks weggaan. Waar is Martine? Ja. Kim, ik ga jou joinen. Hoe kan Lars mij van zover raken? Oh nee, ik rem weer van de baan af. Lekker bezig. Zo, ik zie Eva. Kim. Lekker bezig. Aan de kant. Oké. Okay. Ik ben weer dood. Nee. Weet je wat? Oh, ik zie Lars weer bezig zijn. Ik kom genezen weg. Dit is niet grappig. Oh, je hebt me al een paar keer gekild, dus het is wel grappig hoor. Weer. Als het niet Salt is die mij elke keer pakt, dan is het Evil die mij elke keer pakt. Ik zie hem. En het is afgelopen. Ja. Jullie hebben gewonnen hoor. Met z'n drieën. Zo. Oh. Hallo. Ja. Oh. 53 om 40. Weer de slechtste en dat, van. En dat, je dat ziet nu wel dat ik dus echt het groentje ben van de club. Ik eindig elke keer onderaan nu. Ik had gewoon beginnersgeluk in het begin. Ik denk het ook. Ja, er is plek voor iemand. Eén iemand kan er nog bij. George. Nou. Niet nog, oh, maar met 7 inderdaad een privékamer, dan moet je teams maken 3-4 steeds. Ja, je kan ook gewoon één iemand dan op... of je doet 3-3 en dan zet je er eentje op toeschouwer, dat kan ook. Dat je gewoon doorwisselt, net zoals... Ja. Want dan kun je dus allemaal verschillende mappen kiezen, dat is wel heel leuk. Mm-hmm. Zullen we dan dit potje privékamer doen? Ja, dat is goed. Dan kan je ook gewoon random maps en dan kan je gewoon een random map van alle 21 mappen en niet alleen de 2. Oh, het zijn er 21. Oh. Er 21, ja. Zo, ja, dan moet er nog een heel aantal. Oh, George zit bij ons. En jullie hebben Salt. George doet niks. Oh, nu wel. Ga jij daar langs? Ik ga via die kant, ja. Nee. Oh, ik denk de hele tijd dat ik er afspring. Ah, ik zit met Lars. Wie zit daar? Oh, ik spring er ook. Wie heeft de George water heeft een hele grote kwast. Oh, Salt heeft die. Die zijn echt heel traag. Nee. Ik weet niet dat het Sharon is, maar jullie hebben gewoon hetzelfde hoofdding. Hetzelfde hoofdding. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen, maar diezelfde hoofdband waarmee je start. Oh, dus als het Sharon is, dan had je niet erg gewonnen om er te pakken. Maar omdat ik het ben, denk je, oh sorry. Nee. Sorry, Denise. Sven zegt van, Salt kan wel in een team van 3, want hij is goed genoeg voor 2. Dat is wel waar. Kan je ook doen.
of een zenuwteuntje. Nu even zo. Nee. Jeetje, Mina, wat was dat? Een ultrastempel weer. Mm-hmm. Het hele beeld schokt ervan. Haar. Zalf, waarom? Ik zie mezelf niet meer. Nee, niet doen. Nee. Ik word echt 3 mensen tegelijk aangevallen. Vind je het gek? Je zit aan de verkeerde kant van de basis. Ja, het als het bij onze basis heel is. Niet? Oh, zijn inktank is leeg. Ik heb Salt gekild. Goed zo. Sharon, ik kom naar jou. Iedereen joint meer. Ja, volgens mij was ik op een gegeven moment de enige die nog leefde. Dus jij kwam volgens mij naar mij en toen komt iedereen niet naar jou. Dit gaat niet lekker. Nee. Sorry, Martine. Ja, nog even last minute. Ja. Het ging toch niet zo heel erg lekker met het potje. Ja, volgens mij Rolf nog steeds gewonnen. Ja. Nee hoor. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Maar ik ben Ros. Oh, Annette is weer terug. Ik kan niet wachten tot ze thuis is, want het ziekenhuis eten is echt zat. Ja, dat snap ik. Ik heb nog nooit geproefd, maar je hoort, dat heeft niet voor niks die reputatie. Ja, dat kan ik geloven. Oké. Dan gaan we eruit. Oh nee, shit. Sharon. Oh, we gingen eruit, hè? Ja. Ik ben niet de enige. Nee. Oh. Ik ben eruit. Ik ben er ook uit. Oké, privégevecht. Hoe ga je eruit dan? Gewoon je switch op uit en aanzetten. Oh. Ja, maar dan moet je wel dat hele praatje door. Dat... Maak een camera aan. Wil je een privégevecht beginnen? Ja. De voice chat zou ik uitzetten. Oh. En je moet het code doen, anders joint iedereen. Oh. Ja, anders kunnen we... Je hebt hem nu zonder code gedaan. Oh, oké. Okay. Ik mag zelf een code invoeren. Oké. Okay. Ja. Ja, we kunnen nu 3-3, denk ik. Ja, wie missen we nu? Lars zit ook niet in de server. Daar. Dan ga ik die ook even fluisterig sturen. Lars kan ook via mij... Oh ja, maar die moet natuurlijk de code. Ik wil zeggen, hij kan via mij joinen. Hij moet wel de code hebben. Ik zou gewoon nu random doen en dan Salt en mij apart houden. Hij heeft de code. Ja. Zo. Ja. Maar het dingetje zit er nog niet in en ik zit al teams te kiezen, dus dat is niet handig. Om het even. Nou ja, dan starten we hem nu eventjes. Ja. En nu moet je allemaal inderdaad op A klikken. Okay. Voordat je kan beginnen. Hotel de Keizersvis. Oh, ik heb niet eens een ding gekozen, joh. Deze man is wel random. Dit is gewoon de eerste die er stond. Oh, Lars gaat over 5 minuten eten, dus dan is het nu met z'n 3-3. Oh, dat is het. Oh, nieuwe map. Deze heb ik nog nooit gespeeld. Ik kan dat nu van bijna elke map zeggen. Volgens mij heb je ook echt nog maar 3-4 maps gespeeld of zo. Ja, 3. Nee, ja, 4. Daarom heb ik volgens mij ook nog nooit gespeeld. Zoveel als er zijn, hè? Ik heb deze ook nog nooit gespeeld en ik heb ook al heel wat uurtjes gespeeld. Nee. Maar dat komt omdat je natuurlijk elke keer random die... Ja, en het heeft ook met tijdstippen te maken, hè? Mm-hmm. Om de zoveel tijd worden die mappen gewisseld. Ik kom wel altijd om 4 uur 's nachts, weet jij veel? Ja. Nou, dat niet. Zou inderdaad wel kunnen, ja. Dan slaap ik, dus ja, weet je. Dat zou kunnen. Maar gewoon als je een nieuwe map speelt, dan moet je gewoon veel op X blijven drukken. Oh ja, joh. Kijk, daar zijn de gele mensen. Is te gekeeld. Hey. Oh jee, Borrel, daar zijn de gele mensen. Nee. Ha. Kak. Kim, dat is niet aardig. Tuurlijk wel.
Nee. Geef je de liefde. Ik deel mijn verf met jou. geen verf, daar ben ik allergisch voor. Mocht je het nog niet doorhebben. Dan moet je het dan even afspoelen met water. Nee. Oh, kak. Over water gesproken. Spring in het water, Kim. Nee. Zo, kamikaze is dat. Oh, ik zie ook dat zalt allerlei dingen inderdaad heeft. Nee, dat is niet zalt. Van die extra dingetjes met je kleding. Oh, dit is niet handig wat ik nu doe, maar goed. En ik ga ook echt achter jou aan. Zelfmoordactie. Oh, ik gaf mijn leven voor jou. Zalt, rot is op. Nee. Ik werd het water gevallen. Ja, oh nee. Weg. Zo heerlijk, er komt een geel. Ik ga nog zelf hier ook eens. Mooi op. Nou, dit was het eerste 3-3 potje. Dat ging toch best aan. Ik zie best dat. Ja. Ja. Wel weer een beetje teleurstellend dat ik nu dan nu in het winnende team zit en dat ik er niks voor verdien qua level up. Ja. Nu kunnen we hier een level kiezen, maar ja, jullie kunnen niet met mij meekijken. Ik kies zo gewoon steeds ander, is dat goed? Ja. Ja hoor. Oké. Okay. Oh, ziet er leuk uit. Nee. Deze is heel leuk, dit is mijn favoriet. Oh, je hebt Yves en Salt Express uit elkaar gehaald en de rest is gewoon random. Ja, de rest is random. Het is wel handig dat je dat kan doen inderdaad. Dat je mensen in elkaar kan houden. Ja. Ja, vind ik ook. Denise? Oh ja, sorry. En Salt? Is mijn geluid dubbel? Geluid weer dubbel, ik heb niks veranderd. Nee, Z3 Roma die vraagt wat van mijn spel. Zal ik even de capture card muten? Hoor je het spel nu enkel? Welke map? Heb ik deze al eens een keer gespeeld? Of hoor je nu het spel helemaal niet meer? Oké. Okay. Oeh, supermarkt! Deze is heel leuk. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon echt een geweldige map. Ik rol maar wat. Nee. Ik zag hem niet eens. Ben je nu al bij de tegenstander? Nee, ik was gewoon in het midden, komt Salt ineens aan. Ja, in het midden, maar dat is waar je elkaar tegenkomt, hè? Salt, rot op. Ik ben in een halve tijd... Ik voel de liefde zo hard. Sharon, wegwezen nu. Nee, rot op, Eva. Laat me lekker daar verven. Oh, yo, wat deed jij? Superlanding. Ja, die... Hoor, met je roller. Dat is elke keer als... Hij is nu ready bij jou. Wat is ready? Ik denk al, waarom kan ik niet Daro joinen? Zo. Ik weet niet wie ik gekild heb. Nee. Dat is die balk rechtsbovenin. Oké. Okay. Ja, ik had net al druk op R en toen ging er een soort van Roomba. Ging er, Nee, je moet niet op R. Je moet je rechter joystick indrukken. Oeh. Oh, en plak daarna wordt gekild. Nou, ik heb er toch nog even van kunnen genieten. Meestal moet je eventjes bewaren voor als je dus in de buurt zit van een tegenstander. Oké. Dan heb je die landing en iedereen in die cirkel is dan dood. Iedereen dood, einde. Nee. Zo, sorry Sharon. Nee, je moest nog net zo goed op weg om je te... Killer!
Ja. Nou, ik ga hier wel een mooie ver. Oh, we hebben hier ook nog een hele route af te maken. Hoi, wat was dat? Dat was mijn speciale wapen. Nee, Salt, wegwezen jij. Ik merk wel dat ik de controles nu een beetje langzamerhand onder controle heb. Lekker, Denise. Ik kom terug, bam, Saltboot. Kijk, spannend naar jou. Alles aan ons komt is best wel heel erg geel namelijk. Wie zit er zo te rollen? Nee. Oh, nee. Eva, dit is niet grappig. Weet je? Zo zeg ik, heb er bijna 1000 punten, man. Dit gaat lekker niet. Kladderwerper Ultima, die namen ook van al die wapens. Ja. Kladderwerper. Ja, dankjewel. Afgelopen. Oh, jemig. Dit is wel erg. En ik dacht dat ik nog best goed bezig was. Misschien bij de start ook wat rollen, want alles is niet, nog niet geverfd. En dat scheelt ook best veel. Oké. Geef er nou geen tip. Oh, nee. Nou. Ik ga er wel van door, want mijn moeder is al eten aan. En dat is zo cool. Oké. Ja, het is een beetje eten tijd, hè? Veel plezier nog. Ik spreek jullie later. Dag. Ja, doeg. Hoeveel potjes... want ik weet niet of sommigen ook nog afhankelijk zijn van ouders. Ja, ik weet niet hoe laat ik ga eten. Uh-oh, Yves. Ik heb niks. Hey, hallo, wat een vertrouwen in mij weer, hè? Hoor je dat? Maar je kunt nog terug, toch? Of niet? Ik weet niet meer terug. Nee. Anders gewoon tot nog 1 of 2 potjes of zo? Tot 6:30? Ja. Ik vind het prima hoor. Okay. Ja hoor. Ding ding. De lekker backtrack. Het was zeker superleuk, Sharon. Thanks voor het meespelen. Deze is leuk. Deze heeft heuveltjes. Oh, net zegt oh, ja. Groen. Maar ik ben geen groen. Ik ben zo'n roze. Let's go. Ja. Op, Iva. Ik zal de hoekjes niet meenemen deze keer. Omdat we maar met z'n tweeën zijn, oké? De kans dat ik nu gekild word. Kleiner. Tenzij Iva op de mat blijft kijken waar ik ben. Oké, ja, ik weet nu al waar jij zit volgens mij. Ja, dat zal. Jij zit nog steeds bij je. Jij zit nu richting ons, hè? Wie, ik? Nou! Nee. Okay. Nee, ik zit bij ons. Ja, dat weet ik waar je zit. Je zit nog bij je base. Ja. Oh, in het begin bij de teamverdeling, Annette. Maar de groene en roze zijn de standaard kleuren voor Splatoon 2. En dan als je zo'n map opent, dan worden op een gegeven moment de kleuren gekozen. Hey Kim, is je inktank leeg? Ja. Nee! Denise, was het ervoor. Jongen. Hups. Ik ging meteen tegen elkaar in. Shit. Lekker tegen elkaar op. Ja. Nou, ik ben nog niet goed in die... Nou, alweer, Martine. elke keer tegen elkaar op, gaan we allebei dood. Ja, dat heb ik al een paar keer gehad, inderdaad. Soms dan word ik gekild door Salt, maar dan zie ik gewoon niet waar hij zit. Ja, maar je hebt ook van die...
zeg je dat van die beloningen dat je niet kunt zien waar iemand zit? Prachtig. Het ging goed totdat ik steeds dood ging. Want we waren best wel lekker bezig met z'n tweeën eigenlijk. Kijken of het nog. Jullie doen het niet slecht met z'n tweeën hoor. Nou ja, Salt blijft killen dan. Als je op de map kijkt, dan zie je dat het toch behoorlijk roze is. Nog behoorlijk roze. Nou, blauw staat iets hard voor. Nee! Ja, nu ook. Sven, ook zo mooi, al die gemene lachjes. Ja. Denise, ik ga naar jou toe. Je hebt je speciale wapen. Yep. Gebruik hem gauw voor het te laat is. Voordat je gekild wordt of het bordje voorbij is. 4, 3, 2, 1. Ik heb ze altijd toch gekild. Yes. Oh, dat was nog lekker op het einde. Ah, dat nee. Wel weer slechts van 10. Ja, we zijn nu natuurlijk oneven. Gaan we gewoon nog één potje oneven doen en dan stoppen? Of? Ja, is goed. Oké. Okay. Nu gewoon ik en Salt tegen de rest. Ik en Salt tegen de rest. Oh, durven we dat aan? Wat? Salt en Eve tegen de rest. Ja, maar dat is 3. 2 tegen 3. Dan weet ik nou... Ja. Eve is level 40 en Salt 110 of zo. Ja. En het is een voorstel van Eve zelf, hoor. Oh, Salt zegt in chat, doe maar iedereen tegen mij. Durf je dat echt aan? Salt, serieus? Nou, let's go. Maar welke map gaan we doen? Dan mag jij de map kiezen, Salt. Ja, dat vind ik goed. Zoals maar eerlijk. Oh, dan kiest hij echt de ergste map in het spel. Ja, de map die je het best kent. Ik niet, oh, hij zegt, maakt niet uit. Heb jij geen voorkeur, Salt? Ja, ik heb echt die bulkbrug, die vind ik leuk. En die sporthal of zo. Ik heb ook zo'n... De sporthal. Oh, er is ook een game studio. Zullen we die doen? En wat is dat? Een game studio. Ja, leuk. Ja, doe die maar. We gaan een game studio doen. Teams kiezen. Oh, hij weet al die Nederlandse naam ook niet. Oh, dit ziet er zo dramatisch uit. En dan nog verliezen, hè? Dat zie ik nog gebeuren ook. Oh nee, je speelt in het Engels, ja. Ja, ik speel ook in het Engels. Heerlijk dit. Als we nu verliezen... Er staat nog een vraagteken, hij is nog een wapen aan het kiezen. Gaat hij waarschijnlijk zijn beste wapen? Nee, die zien wij niet. Wij zien zijn wapen niet. Oh. Okay. Van de tegenpartij kun je dat niet zien. Ik ben benieuwd welk wapen hij gaat nemen. Ik heb een vermoeden. Maar dit is de game studio. Je ziet de bureautjes staan met de computers. Die kunnen we allemaal verven. Hey, zo sneu dat ene poppetje. Ja, maar volgens mij is het in je eentje niet te doen hoe goed je ook bent. Omdat je moet ook anderen killen en zo natuurlijk. En nou, als ik heb ook een beetje 1 tegen 2 geprobeerd. En dat is wel een beetje niet te doen. Hoe? Zo, ik zag het. Hoe? Nee? Oh, kak, nee. Daar. Nou, ik ben al dood. De roller is wel heel erg traag, maar wel heel sterk. Ik ben ook dood. Kak. Oh, ik hoor wat. Ik zie gevaar. Oh. Ja. Ja. Ik heb het gevoeld. Ik voelde het. Ik hoor daar zo... En ik zie hem in het scherm zie ik staan. Gevaar. Ja, maar als er gevaar bij het andere team staat, betekent dat hun grote kans hebben om te verliezen. Oh, oké. Okay. Dus ja, waarschijnlijk is het halve veld. Als wij op het paar zouden staan, dan zou Salt heel erg voor staan. Maar nu staan wij juist heel erg voor. Vind ik niet heel gek. Ik loop ook recht op een bom af. Sprinklers altijd. Ja. Waar ben ik? Oh. Self-kill. Oeps.
Oh. Martine werd gekild. Ik zie echt zin om in beschermen zo. Auwie. Ja. Wauw. Hij weet gewoon precies waar je bent, joh. Kan je dat zien op de kaart? Ja, je ziet op de kaart waar iedereen is. Denise, pas op. Jij gaat zo meteen ook dood. Dat heeft mij net... Oh nee, laat maar. Hij zegt aan de andere kant van de map. Nice. Nee joh, ik overleef dat wel. Nee. Weer dood. Oh, ik ook echt terug. Kom maar hem iedere keer. Nee, hij is ons iedere keer voor. Ik heb hem gekild. Oeh! Zo. En dat in de laatste halve minuut. Wil ik een vrij spel. Ja, als hij gekild is, hebben wij natuurlijk inderdaad een vrij spel. En dan maakt het nog oneerlijker. Maar hoe vaak is Salt nu gekild? 1 keer? Ja. 1 keer, denk ik. Hoe vaak zijn wij gekild? 20. Gaan we zo meteen zien hoeveel kills hij heeft. Oh, ja. Oké, nou, wat is het eindoordeel? Oh, nee. Jeetje. Ik denk dat we verloren hebben. Wel heel goed gespeeld hoor, Salt. Hij heeft 19 kills joh. 19? Je bent alleen maar bezig in je eentje met iedereen killen, inderdaad. Zodat ze niet op jou zien komen. Heerlijk dit. Ja, thanks voor het spelen allemaal. Ja. Ja, dat is leuk. Moet je gewoon weer een keer doen. Ja, ik ga dit zeker vaker spelen. Ik heb er echt van genoten. Super. Tot een volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Ja. Doei. Nou jongens, jullie kunnen ervan uitgaan. Dit ga ik zeker vaker spelen. Ook offline, maar ook op stream. Ik vind dit echt een heel tof spel en een hele toffe aankoop. En leuk om het ook voor de eerste keer op stream te spelen. Dus mensen konden me natuurlijk helpen in call en in chat. Dat je niet al die stomme, langzame tekstjes hoeft door te lezen. Het was zeker gezellig en leuk. Annette vond het ook gezellig om te zien. Ja, volgende keer doe je gewoon gezellig mee. Salt Peking Inkt. Thanks voor het kijken in ieder geval allemaal. Join mijn Discord voor updates wanneer ik weer live ben. Aanstaande zaterdagmiddag ben ik sowieso live. Ergens rond 2 uur ga ik beginnen. Heb ik een internationale date op Twitch. Dus sowieso ben ik zaterdag weer hier te vinden. En voor de rest... Wat? Ja, internationale date op Twitch zaterdag. En wanneer ik voor de rest weer live ben... Ja, ik ben dus een streamschema zonder... of een streamer zonder schema. Is dat niet heel ongemakkelijk? Zaterdag wordt alles duidelijk. Of misschien waarschijnlijk eerder al. Miepukki, oh, jij gaat internationaal. Maar ja, zaterdag dus... Terug op Twitch. En voor de rest, volg me op Twitter, Instagram, YouTube en join mijn Discord. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Doeg! Thanks voor het kijken. Thanks voor het meespelen.